The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zit hier alleen voor de zorg als het ergens over moet gaan. Zin in misdeelen? Naar de vrijgevende en a. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. We willen allemaal van onszelf geloven dat we de helden in ons eigen verhaal zijn en dat we ons in moeilijke tijden stevast aan de juiste kant van de geschiedenis zullen bevinden. Maar is dat echt zo? Zijn we allemaal in staat tot grote of afschuwelijke daden als ons overleven ervan afhangt? Of staan we erbij en kijken we ernaar? Deze levensvragen worden behandeld in de film Will van regisseur Tim Mieland, met in de hoofdrollen Stef Aarts, Matteo Simoni, Anne Laure Crolet, Dirk Roofdhoofd, Kevin Janssens en een veritable sterrencast in de bijrollen. Andries Marijke en ik kregen de film in een privé-screening te zien en waren zachtjes gezegd zwaar onder de indruk. Onze gast van vandaag is de auteur van het gelijknamige boek, waarop deze beklijvende film is gebaseerd. Hij is momenteel zonder twijfel een van onze meest gevierde auteurs en toneelschrijvers. Zijn debuutroman Navel dateert al van 1994, hij is al even bezig, gevolgd door de verhalenbundel Il faut manger en zijn tweede roman Open gelijk een mond. Hij schreef recensies voor bladen als Humo, de filmrecensies Tom en Jerry, voor de mensen die het nog weten, Menzo en Yang en zijn theaterteksten werden opgevoerd door, de, door onder meer de KVS en het Toneelhuis. Zijn werk kenmerkt zich door diepe historische research, een liefde voor zijn stad Antwerpen en een groot maatschappelijk engagement. Zo schreef hij samen met Paul Mennens een stuk over de wereld na de aanslagen van 9-11 en werkte hij met de nu omstreden Jan Fabre aan Prometheus Landscape 2 en verzorgde hij de tekst van Mount Olympus to glorify the cult of tragedy. Zijn werk werd in 2014 bekroond met de Edmond Huxtingsprijs voor toneelschrijvers. De grote doorbraak komt echter met zijn roman Wil in 2016 over de Vlaamse collaboratie tijdens de bezetting van Antwerpen in wereldoorlog 2. Wil is het derde deel van een reeks romans rond de thema's geheugen en identiteit waarvan elke titel begint met de letter W. Wil wordt overladen met prijzen en wordt in het rijtje van literaire klassiekers geplaatst zoals Het verdriet van België en De kapelkesbaan. Zijn historische roman Wilde Vrouw viel opnieuw in de prijzen, en momenteel is er een roman in de maak die zich zal afspelen in het Antwerpen van de 19e eeuw, als ik zijn interviews mag geloven. Hier bij Welcome to the AE zijn we al jaren fan van dit literaire wonder, nu ja, kind. En daarom ontvangen we met veel plezier en de graagte niemand minder dan Jeroen Olieslagers. Jeroen, welkom. Dank u zeer, dank u zeer. Je hebt een coole outfit aan, man. Ah ja, merci. Ja, ik zit er iets om te uitproberen, want ik, de herfst komt eraan. Ik, <laughs> ik, ik, ik was al heel de tijd naar u aan het Ik denk, wat deed hem allemaal aan? Ja, maar jij ja. combineert wel. Jij bent een juwelenman oké? Ja, ik ben een juwelenman ja. en een ringenman en een bandenman en... en... Ja, ja wat is dat ding rond zo. uw nek? Dat is iets cool. Met die, uh... met die cirkel. Ja, ja ik weet eigenlijk niet hoe dat verstaat. Maar ik denk dus dat De dat cirkel iets Chinees, van het leven is. De cirkel van het leven, ja. <laughs> ik denk het wel. Of er gaat de one ring rond uw nek daarachter. Uh... Oh, ik heb. Ik heb ik weet, meestal weet ik niet. Ah ja, kijk, dat is, hier mediteer ik mee. Dat zijn allemaal uh, doodskoppen enzo. zo. Ah, oh, het right, is cool. Voilà. Jij mediteert met doodskoppen. Ik mediteer uh, drie keer per dag uh, tijdens de week. Doe jij dat echt? Ja, oké. En hoe ze daarmee begonnen, wat doet dat voor jou? Wel, uh, dat komt een beetje omdat men een uh, ja, mijn, mijn mijn bloedbroeder Stif die woont nu uh, naast, naast ons in de Franse Ardennen en wij hebben een bel geïnstalleerd zo'n klein belletje om de, tussen ons twee huizen om de, uh -huh. en de, de, de nof loopt enigszins in elkaar over, Allee, de terras loopt in elkaar over en dus op een bepaald moment hebben we uh, afgesproken met elkaar dat we bootcamp bo bo Buddha doen bootcamp Buddha betekent om half tien gaat de bel en dan een van ons rinkelt de bel en er is nu een derde die je meedoet, die je trouwens virtueel meedoet. En... Je uh, oh, zit echt zo met een, met een laptop op Zoom. Zo die je mee zit met een laptop... Je lap <laughs> nee, volgt zelfs niet op Zoom. Dat is <laughs> okay. dus zo even Messenger. Dat is en een dus, Zoom-boeddha. Zoom cool. En uh, we doen dat om half tien, half ja. twee, en half zes. En dan gaan we twintig minuten uh, mediteren. Ja. 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 Heel goed. Voor mij is dat heel goed omdat dat me een dag heel goed indeelt. En dat ik dan echt weet, heel bewust ben van. Oké, okay, het is nu 7 uur, om half tien ga ik mediteren. Wat ga ik nou met die dag, met dat stuk doen? En... Dus ik heb dat wel nodig trouwens. Mm. Ja. En mediteren, want dat lekt mij. Ik heb dat zo vroeger eens een aantal keer. Eh, ik had zo'n een, zo vriendin die heel hard into uh, spiritualiteit was mm. destijds. En dan deed hij zo geleide meditaties. En ik heb dat ook eens een keer meegedaan. Mm. Ik moet echt toegeven, voor mij was dat enorm moeilijk om die kop leeg te maken en niet je bewust te zijn van elk, ja. elke seconde dat je daar ziet. Maar daar zit hij eigenlijk in de shit. Want, ah, okay. want dat, dat, daar gaat het denk ik ook niet echt over. Het gaat juist over hoe dat die geest werkt en dat je die geest observeert. Ik heb al een mantra en zo die ik voor mezelf op zeg, maar. Ja, ik kan mij, mijn geest leegmaken, dat is mij op geen enkel moment al gelukt. Uh -huh. ik ben dat, je zit in, op zo'n zo kussen en, en, en ik doe dat altijd in de tuin. Dus, en dat is nog niet alle wilde of, dus ik heb die seizoenen al nu al een volledig jaar, ik doe al meer dan een jaar, uh, zien veranderen. Dat is al fascinerend. En uh, wat er eigenlijk gebeurt tijdens die 20 minuten, is dat ik kijk, dat ik let op mijn ademhaling en dat ik ja, zie dat ik. Uh, en ik, ik vergelijk het eigenlijk mee. Het, er borrelt van alles naar boven. Dus je zit daar en je zit precies of dat, er, of dat je een soort van kookpot hebt. En er komt van alles naar boven borrelen. Mm -hmm. Gedachten die je dan vervolgens bekijkt. En je begint over je eigen oordelen te denken. En, en, um, en je probeert daar. Ja, te fixeren op die mantra. En, en soms lukt dat, en soms lukt dat niet. Ik moet zeggen, ik weet niet wat, dat, wat voor effecten dat heeft, maar het heeft wel degelijk effecten. Het is moeilijk om onderbouw te brengen wat ik nu doe. Maar het is natuurlijk help, help dat met je schrijven, want ik kan me wel voorstellen ah. dat er momenten zijn dat je denkt, oh, hè, zo, dat, je, ja. dat er... Ja. Iets wat je onderbewustzijn naar boven komt en right. dat je denkt, hier moet precies toch wel iets over geschreven worden of je ja. ziet iets achter. Maar ik, ik heb het wel al eens in een interview gezegd en, en mensen denken echt dat dat bullshit is, maar ik, allez, ik neem aan dat mensen dat bullshit vinden, maar ik hoor stemmen. Dus ik hoor echt stemmen. Uh -huh. Als ik, als ik als ik weet dat het echt goed is. Dat bestandpillver, hè. Dat pilver, die probeer ik te vermijden, want dan is het gedaan met de job. Uh, dus, dus ik hoor inderdaad. Mm -hmm. en, en, en vaak is dat ook gewoon als ik aan het wandelen ben. Dat er, als ik bijvoorbeeld met een, een, een plotprobleem zit. Uh, en ik kan dan wandelen. Uh, dat je ja, de, na een kwartier meestal. is dat plotprobleem al opgelost. En. Dat, dat gaat over ontvankelijk zijn, denk ik. En daar, sta, daar staat die meditatie ook wel voor. Mm. Maar ik, ik, ik heb het nu meer en meer dat ik gewoon ja wakker word. Uh, en dat, er, dat ik voel van oh, ik moet deze noteren. Precies. Ja. Dus ik ben er meer ja. en meer op gericht om dat op die manier te doen. Dan mocht u bewuster waarschijnlijk dat je zo wat meer stilstaat bij dingen. Omdat je anders ja. de neiging hebt om overal door te crossen en door te lopen. Ja, ja, ja. Bedoel, we leven in een wereld waar dat je eigenlijk wordt aangemaand om snel te gaan. Hè? Mm -hmm. Terwijl dat ik denk van ja, oké, okay, maar daar, daar zink ik niet veel mee. Nee. Ik, ik lig natuurlijk ook veel. Gewoon op de sofa uitgesmeerd na nou te denken over de wereld. Dat is hetgeen wat ik doe. Hè. Te werken. Dat werken, waar ik, <laughs> ik lig daar te wachten op. Ik lees wel eens iets. En ik, en, 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 maar meestal zit ik daar gewoon na nou te denken. En, 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 uh, en dat vind ik wel. Dat maakt. Ik denk niet als er ooit iemand zegt van. Goh, die room, dat, dat is interessant. Ik kan er een biografie over schrijven. Dan denk ik van. Ja, gisteren wat gaat het met mijn leven doen? Ik lig daar op die sofa. En dan af en toe uh, stonk ik recht en ik kwam met een laptop en ik begin wat te schrijven. En dat, het leven van een schrijver, tenzij dat je Rijn ofzo, of zo, die, die, de, de ontsnappingskunstenaar, die je overal het aftrapte en, 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 en veel zoop en seks had met Verlijn. Bij mij is dat eigenlijk uh, vrij mm, veel mm, discipline. En, en, en bezig zijn en het gebeurt allemaal hier, weet je? Ja. Het gebeurt niet op het Maar is dat niet baten. moeilijk? Is dat niet moeilijk? Omdat onze discipline, dat zit in de structuur. Ja. Maar als je doet wat jij doet, en je hebt veel tijd nodig, dan voelt dat wel bij mij een beetje als die thesis, waar je dan uiteindelijk toch drie ja. dagen voor binnen brengt, right. echt om Ja, dat heeft dat een tijd geduurd natuurlijk. Ik bedoel, tijdens die COVID-periode, als iedereen thuis zit. En uh, waren er een paar mensen die zeiden, oh we zitten thuis en, en en hoe gaan we die een dag indelen en en, en thuiswerken, hoe doe je dat? Ja, oké, okay. ik ben wel een ervarings-expert dat vlakje. <laughs> ik weet wat dat, dat is. Doen deze al jaren. Dus ik, 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 heb, ik heb zelfs op Facebook ook echt gezegd, maar het was, ik was niet zeker niet de enige schrijver, ja. er was nog iemand anders. Denk ik, ik denk dat dat David van Rijbroek was, die ook tips gaf van, kijk, deze kunnen doen, zorg ervoor dat je een dag nog altijd een in, in indeling heeft Dat is maar eigenlijk een tip. En, en dat je momenten hebt dat je niet met dat werk bezig bent. Dat zijn allemaal van die dingen ja, die geleerd gaandeweg het grote probleem uh, in het begin, zeker voor mij, was ja, dat ik niet zoveel onderscheid maakte tussen uh, week, weekend, uh, avond, dag. Uh, dat was voor mij allemaal hetzelfde. Mm -hmm. En dat is niet slim. Uh, niet goed voor haar, niet goed voor haar omgeving, niet voor de mensen die graag dat graag zien. Dat is iets anders, maar dat moet je leren. Dat is iets wat je geleerd gewoon. Ja. Ja, ja, ja. Jij beschouwt dat eigenlijk nu... Hey, ik, heb, ik heb ooit uh, een bekende comedian, Jerry Seinfeld. En die doet hmm. dat eigenlijk ook. Die deelt ze een dag in, zoals een werkdag. Hè. Ja. Dat je letterlijk zegt van. Als gasten morgens vroeg. Hè, die die een, een groep werkmannen is door de straat zien wandelen. op weg naar hun job, hè, zo met hun helmen. En, en die dacht, ja, als die het er over kunnen hebben om om acht uur op te staan voor dat te gaan doen, hè? negen van de tien tegen hun goesting, mm -hmm. dan moet ik toch op zijn minste discipline kunnen opbrengen om dat ook te doen. Hè? Dus die deelt ja. zijn een dag in als een werkdag, maar dat moet wel werken voor u of zo. Want voor werken. mij werkt dat bijvoorbeeld niet. Dat moet echt werken. Ja. Nikkeve heeft bijvoorbeeld ook dat soort. Mm -hmm. Ja. Arbeidsindeling, ethiek, slash, whatever. Ja. Uh, en ik snap dat ook wel. Um, ik vind bijvoorbeeld dat uh, Keef schrijft in, uh, wat is het, Fate, Carnage and Love, dat boek dat hem heeft uitgebracht, dat interviewboek, yeah. samen met die een uh, journalist. Daar beschrijft hem mm -hmm. dat creatief proces ook. En, en ja. voor mij is dat ook echt heel herkenbaar. Ik ja. snap, he. het is werken. Ja. Maar langs de andere kant, ja dan willen we dat, als ik een als die structuur er echt is, ook is ja dan een tijd willen we dat ook weer terug opvakken dan willen we, daar weer iets anders mee... Je moet, het wel, je moet het wel kunnen volhouden je moet het wel kunnen ja. volhouden uh -huh. maar na een tijd willen we dat ook wel je wilt ontsnappen af en toe uit je eigen leven ook doe je dat vaak als je, een, als je een boek schrijft en je, je doet want er zit hè, een hoop research hmm. aan natuurlijk zeker om die laatste twee dat je geschreven hebt, omdat je eh, wilde vrouw was ook zo en, waar je enorm veel voor moest weten Er is zelfs een website die je nu eigenlijk helpt met de personages die erin komen en de tijd en dat soort ja. dingen. Eh, wat, wat al wat al duidelijk maakt dat jij daar heel veel tijd aan besteedt. Mm -hmm. Doe jij alleen je research of helpt nee. iemand je daarbij? Of, nee, uh... dus, de, mijn, mijn, dus mijn buurman nu, Stef Frank, uh, die is beginnen helpen vanaf wilde vrouw. Ja. En, mm -hmm. en dat was echt wel nodig, want dat was zo'n berg. En ik dacht van ja, dat, dat. En, en het probleem is gewoon dat je. Allee, bij mij was dat probleem van, oh fuck. Ik moet gewoon studeren, of wat? Ik bedoel, dat, dat was al iets zo van... Huh? Dat wil ik helemaal niet doen. Ik wil gewoon ik, een boek schrijven. Ik wil spelen. Ja, ik wil ja. spelen. Mm -hmm. En ja, dan is het plezanter als er iemand bij is. Weet je? Ja. Waardoor je inderdaad mee kunt spelen. waar dat je kunt pingpongen. Uh, en hij heeft zijn hebbelijkheden en zijn onhebbelijkheden. ik heb die ook. En dat botst af en toe. Maar meestal is het... Beging het echt wel als een samenzwering met tweeën, van ho, oh, oh, nou nee. gaan we iets heel graaf doen. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Want is hij een schrijver of is hij echt nee. een geschiedkundige? <coughs> nee, zelfs geen geschiedkundige. Wij hebben elkaar leren uh, kennen tijdens uh, burgerdienst, op de universiteit wel. Uh, hij heeft ook uh, Germaanse gedaan net zoals ik het heb gedaan, Nederlands-Engels. En zo, er en waren gedeelde interesses. Veel cinema bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, daar waren we alle twee nogal heel erg mee bezig. En gaande, ja, dat is dat soort vriendschap dat heel diep gaat, waardoor dat het ja, broederschap wordt ook. En je hebt samen veel meegemokt. En waardoor dat je tegen elkaar kunt vloeken en uh, kunt brullen. En, en dan. Met hangende putjes. Gewoon oh, van, fuck, wat was dat? Okay. Komt maar bekend voor, ja. <laughs> Dus <laughs> ik zie ze gaarne met hangende putjes. Ik vind dat een van mijn favorieten. Ja, 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 dus maar ik zie wel dat de chemistry tussen ons ook wel zoiets is. Ja. En, dus ik moet er aan haar niet van wat dat is. Ik bedoel, dat is daar. Wat ik wel boeiend vind, want dat was echt één ding dat ik echt wel wilde vragen. Omdat het zo geschiedenis intensief is. Hoe moeilijk is dat om soms ook geschiedenis op te zoeken en niet als de schrijver te denken van mm. oh, dat vind ik tof en daardoor misschien dingen te veel aandacht te geven mm. dan wat de geschiedenis eigenlijk maar ja, was? Ja, dat is een hele, hele moeilijke. Dus de, en dat was zeker met Wilde Vrouw was dat moeilijk. Dus je hebt zoiets als... Ja, hoe zou je dat kunnen noemen? Ja, bijvoorbeeld... Ik, ik herinner mij die, die thrillers die Jeff Gerard heeft geschreven. Uh, bijvoorbeeld, wat was dat? De, de, de PG, de Procureur-Generaal in uit, um, de zaak Alzheimer bijvoorbeeld. Mm -hmm. he, die boeken. Ja. Um, was Jeff de bijvoorbeeld, back in the day. Die ja, was eigenlijk een van de eerste die in ons taalgebied schreef over serial killers. Die, was, die had daar heel veel over opgezocht. Um, en dat was voor ons in ons taalgebied echt compleet nieuw. Oh. En ik vond wel om die boeken, ik las dat wel met plezier, maar ik dacht wel, oh, hier heeft hem duidelijk gewoon, je wilt hem duidelijk laten zien dat hij veel research hebt gedaan. Ja. En dat is natuurlijk een, dat is een probleem, dat je wordt uit een boek geslingerd. Daardoor: ja. van nou oh ja, ik okay, heb research gedaan. Oké, okay, wat oh, is interessant of niet interessant, maar je zit niet meer in het verhaal. Mm. Dus dat is altijd een gevaarlijke. Hoe ver gaat erin? Um, Want omgekeerd ik, kan het ook, hè, mm. dat, ja. je, dat je een feddy ver opblaast of zo. Ja, het ding is, ik zal je echt een heel concreet voorbeeld geven. Uh, toen ik te weten kwam dat in de herberg in de 16e eeuw dat het heel normaal was om naar de open aarde te gaan, daar een broek op te doen en erin te pissen. Mm. Hè, dat dat <laughs> eigenlijk nogal normaal was. was uh, er keek de NIFAN op der, van dat, uw pint. Dat was dus echt, als dat gebeurde. Dat was normaal. normale. Ja. Hè? Uh, toen dacht ik van, shit, hoe zit ik dat erin zonder dat dat van, ah, ja. overkomt als, een, als een, voilà. een weetje of een voilà, feitje. Ja. Ja. Dus ik heb het er gewoon in gezet. Ik heb er geen enkele commentaar bij gezet, ik heb dat er gewoon in gezet. Um, er zijn bijvoorbeeld een paar verwijzingen naar het roken van hennep en, en drugs, maar die zitten daar heel subtiel in. Het is niet van, oh oh, hier pakt er... Hier is er een, een pijp ontstoppen en, en we, oe, wat zou erin zitten? Uh -huh. Dus de, het zijn meestal de kleine dingen die gemakkelijker zijn om erin te zetten. Maar als je bijvoorbeeld in het geval van Wildevrouw het moet hebben over de rol van Willem van Oranje in een stad op, de, op dat moment, daar is veel moeilijker. Daar moeten echt scènes rond bouwen die geloofwaardig zijn. Ik vind altijd gewoon met dat soort boeken: dat is begonnen bij Wil. Zulke boeken moeten ervoor zorgen dat het een teletijdmachine is. Je moet, mm. je moet, want je moet zo concurreren met, laten we zeggen, Netflix of whatever. Hè? Dus je moet vind ik, het gevoel hebben, je doet je een boek open, fuck, ik ben er. Mm. En dan is bijvoorbeeld het plaatsen van informatie, van, laten we zeggen, de weetjes, hè? die noodzakelijk, noodzakelijk zijn om het helemaal te begrijpen ook, ja, dat wordt dan cruciaal. Dus je moet door. Je moet echt helemaal gepakt worden door het verhaal, vind ik zelf. En, en vervolgens moeten die dingen erin zitten. Dus dat, dat ja, wat, wat is er, is er eerst? Is er, is er bij u altijd eerst het verhaal of het idee? Hè? Dus mm. in, zeker in het geval van Wil en wilde Vrouw. Mm. Omdat dat heel specifiek. Tijdperkjes zijn, maar dat je het dan ook over gaat hebben. Ja, dit is altijd. Ik denk dat het toch het beste is om te zeggen: in mijn geval, eerst was er de stem, maar, maar. Um, bij Wil bijvoorbeeld. Dat kwam door uh, een procesverbaal van dat, dat flik had opgemaakt nadat hij had deelgenomen aan een van de Radzias in 1942, in augustus 1942. Mm -hmm. Het is uh, Herman van Goedem, nu rector, uh, toen nog gewoon historicus, die mij daarop heeft geattendeerd, samen met nog een paar mensen. Tom Nou was er ook bij, er waren... En dat really blew me away. Ik bedoel, ja. die dag... Dat zal ik nooit meer vergeten. Dat was niet normaal. Ik bedoel, mm. het, het, die, die PV, dus die flikker, die PV opgemaakt. Die is, laten we zeggen, verticaal geclasseerd. Want wat ging in godsnaam naar de adjunctcommissaris... Want daar kwam dat dan bij, hè, die, die, die PV's. Uh, wat ging die daarmee doen? Ging die dan aan de burgemeester geven? Ging die dan aan de procureur-generaal? Ging die dat aan de Duitsers geven? No fucking way. Dus dat is verticaal geclasseerd, dan moeten we weten dat Herman van Goethem, die heeft tien jaar in die archieven gezeten. Hè? Mm. Ik bedoel, die vindt dat. Die vindt dat een interessante case study, want die, die flik beschrijft eigenlijk ja, dat ze meedeed. Ja. Dus, dus dat was al heftig. En dan zie ik die in die PV de naam van de straat staan waar dat ik woon op dat moment, de Kruikstraat. En ik denk van, nou kom het wel heel al dicht. En ik denk, dat, op dat moment denk ik zelfs niet. Tweede Wereldoorlog. Uh, zoveel boeken geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Uh, begon je, nee, ik heb dat vooral van die flik. ik denk, ik wil weten wat er in die fliks in mijn kop gebeurt. Ik kom thuis. Ik zit op dat moment op de eerste verdieping, mijn werkkamer is op de eerste verdieping, en ik ben aan het kijken aan de overkant naar dat huis, waar dat de, hij had beschreven: Je PV, waar dat de Joodse mensen en allee, het zelfmoord, allee, een verschrikkelijk vooral. Uh, ik zit dan te kijken in een telefoon en het is mijn moeder. En, dus, en dat is zoiets raar, dus ik hoor de stem van mijn moeder en die vraagt: het met mij me eens. En dus ik vertel ik zich, ik denk dat ik weet, ik kon een roman schrijven over de flik en ik leg dat uit. Maar doordat ik die stem hoor van mijn moeder en doordat ik in de Kruikstraat woon, kijk ik naar rechts. En ik zie een van de nestlaar daar liggen. En ik vraag me, en ineens komt er een herinnering, maar een vage, weet je wel, zoiets waar je het nog niet helemaal van weet. Dus ik vraag mijn moeder zo van, zeg, wacht nou eens even. Heeft er nooit iemand van ons... Van ons familie gewoond in de Venestluid tijdens de Tweede Wereldoorlog. En mijn moeder zegt: Ja, een tante van mij die was meid bij een joods gezin. Waarop dat ik zeg: van, uh, Dan toch niet meer na nou 15 augustus 1942, want ik, ik heb mm -hmm. vandaag echt geleerd dat ratia Joodse mensen weg. En dan viel er een stilte en onze moeder zei: Ik denk, ik ben helemaal zeker dat die daar is blijven wonen. Ik zeg: Hoe kan een meid nou? In zo'n chic appartement blijven wonen. En ze zegt: Ik denk, maar ik ben er niet zeker van, met een SS-officier. En toen dacht ik: ...wat the fuck. <laughs> dus je krijgt... vanaf op dat moment besefte ik: van... Jeroen, alles wat je eigenlijk weet van schrijven en inspiratie is bullshit. Want een verhaal zoekt u. Ik was heel hele tijd om te denken, zoals de meeste mensen. Dat ik naar nou verhalen zoek. Maar het is gewoon omgekeerd, man. Het verhaal zocht mij. En dus dat komt op de deur kloppen, en dan kun je de deur open doen. Maar in die, op die specifieke dag kwam dat vooral twee keer kloppen op mijn deur. Weet je wel? Eén keer via Herman van Gotem in die PV. Dat ik trouwens compleet zijn vergeten. Ik, ik weet zelfs niet meer waar dat hier ligt. Ik heb een kopie gekregen van je, maar dat was genoeg. Ik weet zelfs niet meer letterlijk wat daarin staat en wat ik zelf ook voor een stuk heb geënsceneerd of verzonnen, weet je wel? Omdat dat zo helemaal in die boek gekomen is. Ik heb natuurlijk mijn historische bronnen serieus genomen op dat vlak. Maar heel dat idee dat er een verhaal, dat verhalen bijna organische dingen zijn, die ontwachten zijn, totdat tot ze zich kunnen, laten we zeggen, materialiseren door mij. Want dat is precies alsof je bezeten bent mm -hmm. door een spook, dat dan zegt van, en nou, type. Mm -hmm. dat, dat gevoel had ik, alsof dat ik... En dat was iets heel raars. Dus, 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 was dat de eerste keer in de carrière? Eerst, al ja, dat was de eerste keer dat ik het zo voelde. Dat was de eerste keer dat ik het zo voelde. En daarna ben ik het echt altijd scherper beginnen opzoeken wel. gelijk naar een ouderwetse radio. Die, zo aan de, aan de, aan die, die gezin ontdraaien, zo aan die schijf, zo heb ik, heb ik de zin er. En dan, ja, ben dus research beginnen doen. En toen ik voor de eerste keer de stem van Wilfred Wills hoorde, dus het hoofdpersonage van Wil, dan heb ik, of 15 bladzijden in één sessie geschreven. Ik bedoel, Stephen King doet dat elke dag, maar voor mij was dat wel een ja. stevige, weet je wel. En, uh, en mijn, mijn vrouw Nikki vroeg van. Uh, ik schreef toen nog uh, in een ander huis en uh, dat was dadelijk, uh, want ik heb veel van dat boek in de Kruikerstraat geschreven en uh, ik kom dus terug. En Niki vroeg van, uh, en ik zei: Ik denk dat ik het begin van die boek heb. Uh, wat was het? En dus die zegt: Oh, lees dat eens voor. Dus ik begin voor te lezen en ik kan niet meer. Ik lees twee paragrafen door voor en ik kan niet meer. Ik ben gewoon geblokkeerd. Ik ben gewoon te blij. Al die I mean, research. In het begin van het boek is hè, twee flikken en een en en, en, een Duitsers en ze gewoon een Joods gezin oppakken. En, en een van die een jongetje probeert te vluchten. Het is ontsneeuwen, het is ijs. Dat komt allemaal niet in de film. Maar ey, de film begint wel op die manier, maar het is mm -hmm. geen sneeuwen en ijs, van wat. En dat jongetje dat gaat lopen, je probeert op een handige manier te, te gaan lopen, dat is allemaal hetgeen dat ik tijdens die sessie, die ene schrijfsessie heb bedacht. Mm -hmm. En ineens komt dat zo. Heftig binnen. En tegelijkertijd denk je van, wat voor een narciste. Die ja, jongen, gaan ze in mijn eigen werk om beleiden. Maar dan pas besefte ik: van, ja, maar, na is de buit wel. Alleen het is te zeggen: na nou zit in de schatkamer. Mm -hmm. Nu kunnen we beginnen schrijven. Dus dat was maar wel Dat heftig. is ook een teken, denk ik, dat dat net is wat jij zegt: hè? als je zo de, de graafste momenten van inspiratie hebt, of hoe je dat dan ook noemt. Jo. Daar heb jij precies niks mee te maken. Hè. Dat, nee. is, dat is het funnige. Voilà. Je, je hebt zoveel, hè, de, de, ik, denk, ik heb ook al zoveel mensen dat horen doen of horen zeggen. Hè, zangers, comedians, schrijvers, schilders. die maken ook allemaal dezelfde beweging. Ja. Hè. Die doen namelijk allemaal dat. Ja. Alsof dat iets door u passeert. Hè. Ja. Jij zei op dat moment gewoon een, een soort. Ja, hoe zeg je dat vessel, hè? medium. Vessel, medium. Ja, inderdaad. Nee, zo. maar dat is inderdaad. Zo. Ja. Ja, maar dat is ook straf, vind ik. Dat uh, als je het boek gelezen ja, hebt. Ja, uh, ja, uh, ja. Wat je vertelt over je tante. Wilt dat eigenlijk zeggen dat een verhaallijn soms zo gemakkelijk is? Want dat is één mm. op één. Ik vind verhaallijnen altijd moeilijk. Ik, bedoel, ik zit daar altijd keihard op te werken. Ik vind maar de... dat is een enorme twist, hè? Die telefoon met je, met je mama ja. Ja. is. Ja daar, ...ja, daar zouden we waarschijnlijk dagen over moeten nagedacht ja. hebben... ...en te zien dat alles klopt. Dat klopt, ja. En nu klopt alles, omdat Dat het is, is zo. Dat is zo, maar het was echt meer een pets in mijn gezicht gewoon. En, en, want onmiddellijk, ik bedoel... ...onmiddellijk is de dubbelzinnigheid van alles heel duidelijk. En, ja, uh, dicht uh, dat iedereen, dat bij u is ook Ja, is, en he? iedereen ja, speelt ja. een rol. En mm -hmm. natuurlijk mijn grootvader uh, langs die kant, langs, langs moederskantje... ...heeft gecollaboreerd maar dat allemaal dat duurde veel langer voordat ik daar begon over te denken, weet wel? Voordat ik over mijn grootvader begon te denken. Dat was, dat was een boek al bijna af. Mm. Uh, ik denk aan die personages. Ik had natuurlijk wel een tijdslijn. Dus ik wist wat er in de stad was gebeurd, wat, wat de politie had gedaan... En dat was allemaal heel erg gedocumenteerd. Hè? Uh, niet enkel door Herman van Goedem, er waren nog historici die in de jaren negentig vooral daar veel over gepubliceerd hadden. Dus ik was wel, ik dacht van, ja, ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat ik hier uh, in elkaar... Ik had eigenlijk gewoon al de ruggengraat, bij wijze van spreken. Mm -hmm. uh, dus, maar die personages waren voor mij wel het belangrijkste. Dus, en vooral natuurlijk mijn hoofdpersonage. Van hoe maak ik hem zo dubbelzinnig? Hoe zorg ik ervoor dat je hem eigenlijk tof vindt? Terwijl dat hem. Eigenlijk niet altijd zo tof is. Wat ik geweldig woord is, eigenlijk. Ja. Eigenlijk. Ja. Eigenlijk. Ja. Fantastisch woord. Ja, dus dat, en, dat, is, dat is eigenlijk een toffe gast. Dat is eigenlijk. een toffe gast. Ondanks alles klinkt ja. Ondanks dat dan altijd alles. zo. Ja, ja. ja, dat is. Dat, dat is, is eigenlijk wel waar wat jij zegt. dat gaan zeggen. Dat klinkt als een nieuwe bullshit maar het is eigenlijk wel waar. Ik, heb, ik, ik, ik oh, gebruik bewoord. het liever als een beetje. Hé, dat heb ik, ik altijd zo nekel aan als mensen zeggen. Ja, ik zit een beetje kwaad erover. Nou, je zit eigenlijk kwaad eigenlijk. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat, de, de dubbelzinnigheid was, was van bij het begin, ik dacht van ja, dat is, echt, dat is een thema. Mm -hmm. Dat is een thema. Omdat ja. ik het herkenbaar vond. Omdat ik mijzelf ook heel regelmatig ja, een zak vind. En, 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 en ik denk, ja, ik heb al vaak er dingen over verweten, maar ik denk, ja... Wat doet dat? En, en op welk Met gebied, een gebied vind jij je wagen en zak soms? Wil zo'n een, een shamanheid dat ooit is tegen mij gezegd. Zo. Die zegt van, dat is een goede zin voor een uitleg mee ja. te beginnen. En, <laughs> en, en dat was super simpel. Hè? Was super simpel. Die zei, die, 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 we hadden het over frustratie, denk ik. Mm -hmm. En je zegt, ja, Jeroen, wat je denkt, wat je zegt, wat je voelt en wat je doet, staat zelden of nooit op één lijn. Right? Dat... <laughs> Dat is onmogelijk. Dat is, goed dat is onmogelijk. Uh, uh. Je, je, wat dat je denkt, kunnen niet altijd zeggen. Uh -huh. Wat dat je zegt, do, zit er niet altijd om in daden. Wat je voelt, houden soms echt verborgen. Soms voor je een eigen geest. En ik dacht, is het zo simpel? En toen besefte ik, ja, eigenlijk is het zo simpel. Uh -huh. Daarom accommoderen we onszelf of anderen. Daarom liegen we wat. Daarom proberen we dit, proberen we dat. Het gefoesel komt daarvan, denk ik. Uh -huh want dat is zo een van de dingen. Dat is niet alleen in wil, maar ook uw, uw, uw ja, Facebook-stukjes. Maar dat zijn eigenlijk geen Facebook-stukjes meer. Dat is een blog die je toevallig op Facebook is. Ja. Dat zijn dingen die ook, ja, dat zijn stukken. Ja. Mag ik zo zeggen? Ja. Hè? Dat is. Dat weet je al die meer. Je weet al dat je dat niet zomaar schrijft. Je weet dat daar iets gaat gebeuren. Hmm. Wat ik altijd met u associeer en het is me nog eens opgevallen met dit te lezen, is: je een man van kleine stapjes, hmm. als in Jij geeft enorm veel aandacht aan het kleine stapje. Zo. Uh, uh, wij leven in een wereld dat ofwel nul of één is of hmm. dit, Maar eigenlijk is leven kleine stapjes en ja. heel taat tijd opzij kijken. En struikelen. Ja. En op het gezicht gaan. Oh. Ja, dat, dat is inderdaad. Maar dit is gewoon een gegroeid. Hè? Dat, dat... was je als kind ook zo? Uh... Als kind was ik een ongelofelijke voyeur. Um, dus mijn ouders die vonden dat je wel dat ik zoveel boeken las. Maar wat, ik was natuurlijk niet aan het lezen. Ik verstopte me achter een boek. Ik was wel aan het lezen, hè, maar meestal was dat gewoon s'avonds laat in mijn bed of weet ik Maar als ik in, in, in een zetel in, achter een boek zat als kind, dan was ik natuurlijk aan het luisteren naar die volwassenen, want ik vond die wereld zo fascinerend. Mm. Um, ik, ik dacht, ja, dat is echt helemaal geheim, de wereld van volwassenen. Die hebben geheimen. En als kind zei ik al, ik toch, ik was al geprikkeld door geheimen. Door de strips die ik las, door de zusjes en wiskjes die ik las. En mm -hmm. Blake en Morten, met al dat soort dingen. Allemaal geheimen uh, die moeten worden onthuld. En ik voelde mij al heel snel degene die uh, probeerde te onthullen waar dat die volwassenen het over hadden. En soms had ik natuurlijk hele andere theorieën. Ik zal niet meer, dat kan ik me niet meer goed herinneren, maar um, ik was een voyeur. Ik was, ik was iemand die luisterde naar, naar de volwassenen en die dachten van het is goed om te lezen als je zo stil is. Mm -hmm. Maar ik was eigenlijk mee bezig. al. Ja. Dat besefte ik nog voordat ik wist wat het woord voyeur was natuurlijk. Daar wist ik dat, dat ik hielp mijn eigen stil en, uh, en ik keek en ik luisterde nou, wat dat ze te zeggen en En vanaf het moment dat ze begonnen te fluisteren onder elkaar, dan was het helemaal niet <laughs> nee, Dan dacht ik van... Oeh, nou komt er een stuk dat ik echt niet mag horen. <laughs> dat is heel opmerkelijk, dat, uh, Quentin Tarantino. In een boek geschreven, een tijdje terug, eigenlijk een soort reeks van SS. Eh, ja, ik heb, hem, ik het, heb eh, hem. Cinema Speculation. Maar het coole daaraan is dat hij ook over zijn um, opvoeding vertelt. Dat hem uh, kids time had, en dat was overdag. Hè, dat hem mocht doen wat hem wou. En dan had hem adult time. En er mocht hem alleen aan deelnemen bij, um, bij, met de voorwaarde dat hem zou zwijgen. En dat als hem een vraag stelt, dat het alleen maar betrekking heeft op het gesprek dat op dat moment gaande is. Hè. Hij mocht dus niet zoals een kind afkomen met waardeloze informatie. Dat nergens iets mee te maken heeft, mm. iedereen zijn gesprek vermoedt te mm. onderbreken. Hè. Dus. Andere opvoeding hè, toen hem jong was, maar die mocht dus al meegaan naar. Zo op restaurant met volwassenen. En die was ook zo gefascineerd, hetzelfde wat jij zegt, yeah. dat die enorm hard luisterde naar hoe dat die met elkaar praten. Yeah. En wat dat die zeggen en hoe dat die met elkaar omgaan. En het is dan ook, als je dat leest, is het ook niet verbazingwekkend dat ze zo vaak over Tarantino zijn film zeggen dat die zijn dialogen zo waanzinnig goed zijn. Ja, en de timing waarmee ja. iedereen die dialogen brengt. Ook ja. Ik denk dat hem die ook echt, echt time te regisseert en zegt van ik wil ja, dat, ja. ik wil heel specifiek dat. Ja, ja, dat is voor mij extreem herkenbaar. Ja. Dat is een van de redenen ook waarom dat ik, dat, waarom dat ik veel in theater heb kunnen doen, omdat, um, omdat die dialogen voor mij zo belangrijk uh, waren en nog altijd zijn natuurlijk. Ik, dat, dat moet goed klinken. Mm -hmm. Ik moet dat kunnen voorlezen en dat moet echt just zitten. Als het niet just is, dan moet ik het herschrijven. Dat is de reden waarom dat ik uh, alles wat ik schrijf voorlezen op mijn vrouw. Uh -huh. Omdat ik, ik zie direct aan die ogen: van oké, okay, dat is niet goed. Ja. Ja. Of ja. voelde je dat zelf ja. dat je dat leest? Soms. soms. soms dat je zo voel denkt van. Of je dat soms ook zinnen waar je zo keihard verliefd op bent? Waar ja. je van je ja. denkt: johan, ik ben ja. nogal naar schrijver. Ja, en ja. dat dan uw vrouw meer, je ogen rolt zegt. Oh, ja, nee, zou je zou dat wel doen. Ja, ja ik, heb dat al al, ik heb dat al zoveel keer meegemaakt en dat is super pijnlijk. Ja. Je kunt daar wel, en ik kan daar wel mee lachen op Tanen van een dag, maar in het begin, maar, maar in begin ik is ik dat niet. echt niet. Je <laughs> ziet die... En ik zeg altijd van, ja, Nikki is mijn geheim wapen, omdat, mm -hmm. om, omdat ik echt weet, no bullshit. Ja. Er is gewoon geen bullshit bij haar. Ja. Dus ik kan voorlezen en. Ze zegt niet altijd van, hm, dat is niet zo goed, maar daar valt een stilte. En dan zeg ik, wat <laughs> Wat is het? Zeg het, zeg het ineens. En dus, uh, voilà. En ja. dat is voor mij, dat is voor mij dan niet al een heel belangrijk, ja. Mm -hmm. Dat moet goed klinken en dat moet natuurlijk ook gewoon entertainen. En, en, en daar heb ik haar echt wel voor nodig. Wat is het verschil in een uh, theatertekst ten opzichte van een boek? Wat, wat is voor u daar... Het grote verschil als je dat schrijft. Deadline, denk ik, langs de ene kant al. Dat is <laughs> okay. al een stevige, <laughs> ja. stevige afspraken. Bovendien, je het... kijk, voor mij theaterschrijven is um, een cadeau. Dus de cadeaus maken, een cadeau in elkaar steken. Um, ik ben niet een theaterschrijver die het noodzakelijk echt ingewikkelde of, of, of heel diep doorvrocht. Nee. Um, ik weet, dat gaat in verschillende fases gegeven die een tekst door aan de regisseur, als de regisseur het beschouwt als de dramaturg, als die het allemaal beschouwen als een cadeau, dan weet ik dat ze die energie gaan doorgeven ook aan, aan de acteurs. En als de acteurs het aanvaarden is van oh ja, daar heb ik wel goesting om dat te zeggen, om mm -hmm. dat gewoon uit te spreken, om dat verhaal te brengen, als die het als het een cadeau beschouwen, dan weten dat ze dat ook gaan doorstralen naar het publiek. Want het publiek, ja. Dat weet je, ja beter als ik. Dat is gewoon een troep honden, hè? die weten gewoon fake, fake. Dus fake, ja. nou heb ik niet geïnteresseerd. <coughs> ja, die, rieken dat, hè. die rieken dat. Dat is heel zot, hè? Die rieken ja. onzeker. <laughs> ik sta ook heel graag op een podium, maar mm -hmm. het moet altijd mijn goesting zijn. Als het niet mijn goesting is, dan weten ze het. I mm -hmm. En dan, dan reageren ze ook onverschillig. Dus voor mij is theater dat. Dus dat, dat, is dat. dat is dat gemeenschappelijk, dat is hetgeen wat je deelt. En dat is energie doorgeven van, 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 van een cadeau. Ja. Um, Want zet en, u, dan zit je ook bewuster, nemen kan als je dat aan het schrijven zet dat dat uit iemand zijn mond ja, moet komen. Ja, en dat hij, zich, dat hij of zij zich daar comfortabel mee voelt. Gewoon puur het fysieke uitspreken van, zit het lekker? Is dat iets wat dat je wilt zeggen? Is dat iets dat die melodie en die kracht die je, die je aan het publiek wilt schenken? Ja. Dat is voor mij een belangrijke. Ik ga ook iets vragen. Dus. Ja, wat ik boeiend vind aan, aan het schrijven en... Bijvoorbeeld in het geval van, van Wil of zo, dat speelt zich af in, in de jaren 40. En je uh, hebt een enorme liefde voor het moederland, voor Vlaanderen, hè, voor de steden. Als ik een roman lees van nu, dan weet ik ook hoe wij spreken. Hmm. We leven in een wereld waarin we over het algemeen niet zo goed kunnen spreken. We zijn niet hmm. de meest taalvaardige mensen. Maar als je natuurlijk zo'n roman of een boek moet schrijven, dan... Ja, is dat natuurlijk wel een, een, een betere vorm, want als je letterlijk zou schrijven hoe dat wij babbelen, ja, dan heb je waarschijnlijk geen 200 drukken, denk nee. ik. Nee. 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 Maar mijn vraag is dus, hoe weten eigenlijk hoe dat mensen gesproken, eh, eigenlijk spraken liever? Hè? Ja. Dit kun je nog zien, maar zo wilde vrouw, bedoel. Ja, zeggen? Je pakte dan dezelfde verhouding tussen huidige uh, literaire schrijftaal mm. en hoe dat, wij, hoe dat het volk babbelt. Mm. Wordt dat dan... Want als nee. je oude al boeken leest, zo Max Havelaar, dan denk ik, hoe spraken die mensen? Ja, hoe ja. spraken ze op die ja. manier? Ja. En, en, en bijvoorbeeld als je de kronieken ziet uit de 16e eeuw, in Antwerpen zijn er in die periode, ik denk, er zijn er twee. Eén is geschreven door Zekere Godevaart van Haagd. En dat is eigenlijk gewoon een opzomming van wat er in die stad gebeurt. Je hebt niet echt een idee dat, hoe spraken... Ja. Hoe was vettige klap? He, bedoel, ja, dat dus dat moeten ze zelf, ja. moet zelf, ja. moet zelf uitvinden. Dus, ja. dus dat is het, dat is het ding. Dat wil ik toch weer weten. Vettige... Allee, van alles dat je weer had kunnen vragen. De vettige klap. Ja, nee, daar moeten zelf. Daar moet voor een groot stuk zelf. Uh... Kijk, ik heb, ik heb wel geprobeerd. Het ding was bijvoorbeeld, mijn, wil, mijn wilde vrouw is een ander geval. Mijn wilde vrouw... Wat, wat moeten we eigenlijk doen? Moeten we moet zo realistisch zijn dat ze. Ja, spraken zegt nee, je moet mensen entertainen. Mm -hmm. En bovendien moeten mensen het gevoel hebben dat ze in de 16e eeuw zitten, right? Dat is hetgeen wat je moet doen. Dat moet je niet noodzakelijk verwarren met hoe realistisch, hoe echt maken we het hier. Nee, het is gewoon van hoe komt het bij de, bij de lezer binnen en hoe werkt de trip. Mm -hmm. Dus. Als de trip werkt, als je er zei de 16e eeuw. Een constructie van de 16e eeuw, gebaseerd op hetgeen wat ik schrijf, dan is het fijn. Dan kan ik eigenlijk veel doen. Als die een trip niet werkt, dan gaat iedereen zeggen van ik heb me echt geen knaadscheld of die zo spraken of niet. Het is fucking boring. Wat dus dat mm -hmm. zie je? Ja. Dus, maar ik vind dat wel mm -hmm. boeiend. Dat is, maar dat is een, be be dat is een beweging. Die Want je ik doet. vraag me ja. soms af dat. Een uh, of dat het verschil tussen hoe dat mensen spraken, bijvoorbeeld in die tijd in mm. vergelijking met nu, mm. dat dat verschil niet kleiner soms is dan hoe dat er geschreven werd. Want als ja. je boeken leest, uh, ik kan dan wat dingen zeggen, maar ik zal aan Max Havelaar omdat ik geen beter voorbeeld mm. heb of zo, weet je nog, zo de, de Vlaamse literatuur, dan denk ik echt, maar Jesus, hoe deden je die tegen elkaar? Er mm. zit, zit zo'n soort voornaamheid in mm. en een mm -hmm. soort precies dat de kerk ook nog ontmeezien is als Als je ze volsteekt, ja. dan trouwt je ja. ermee. Ja. <laughs> ja. Ja, voilà. ja, Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld Louis Palbon, zo één van die schrijvers is, de, de, die allemaal doorbroken he. en die een heel duidelijk gemaakt van kijk, deze is volkstaal en die wist ook wel waar het, het over had. Maar langs de andere kant, ja, het, het hoeft niet altijd bon te zijn. Hè? Zom, sommige dingen van Felix Timmermans, wat ik echt van, denk ik van, dat is toch. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is kunsthalm. Maar bijvoorbeeld het, het boek dat hij heeft geschreven over Pieter Bruegel, daar zit een soort van power in, die ik ook wel fascinerend vind. En dus. Maar het is in feite altijd kunsttaal. Het is in feite altijd iets waar je hard op werkt. En waar je verzorgt, voor, voor mij toch, waar je verzorgt dat de, nog eens dat de mensen het gevoel hebben dat ze er zijn. En meer als dat is het niet, maar dat meer is veel werk. Mm. Dat, is, dat is echt veel werk. En je zou kunnen zeggen: van ja, uh, in wil zit het toch. Ja, nee, dat is aan gevoel. Weet wel? Mensen. Projecteren ook veel op een boek. Als ze het graag lezen, dan denken ze echt van zo is het echt gebeurd. Maar een schrijver is ook een charlatan. Hè? Een schrijver is ook een speler, is een player. Ik steek iets in elkaar. Het is een gevaarlijk spel omdat je een verantwoordelijkheid hebt tegenover de historische werkelijkheid. Daar kan ik ook niet flauw over doen. Maar ik kan ook niet flauw doen over de speelkant. Want er is een speelkant. En dus dat maakt van het schrijven, zeker van wil, uh, misschien ook ja, eigenlijk met elk boek iets. Ja, ook dubbelzinnig. Ook dubbelzinnig. Ik ben mij compleet bewust van hoe gruwelijk dat ze een moet zijn geweest in augustus '42, zeker die laatste wat de Antwerpse politie al meegedaan hebben dat zelfs geen uh, Duitsers aan te pas kwamen, die ze alleen hebben moeten doen en die uh, waardoor dat er veel meer chaos ook was omdat joodse mensen dachten van, wat zijn er zijn. we kunnen mm -hmm. misschien nog onderhandelen, wat het verschrikkelijk pijnlijk maakte in onder andere straten zoals de Terliztstraat. Mm -hmm. um, dat is moeilijk om te schrijven. Maar als je dat schrijft, zit het tegelijkertijd ook aan spelen. Je zit de scène aan het zetten. En als de scène af is en je weet deze is een kopstoot stoot, ...zit je natuurlijk ook wel trots over het feit dat je dat hebt gekund. En zit je ook gelukkig dat je het hebt gekund. Zie je? Dus dat spelplezier zit daar wel in. En je kunt dat moeilijk uitschakelen dus je zit niet altijd als, als zo super verantwoord met, met heel veel gewicht van de geschiedenis zo kunnen je schrijven schrijven is ook heel veel spelen en, 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 dus, en dat spelelement is soms moeilijk om uit te leggen aan mensen is zo'n razzia dan bijvoorbeeld een, een, een combinatie van een aantal dingen dat je weet die feitelijk gebeurd zijn ja. Ja. zo van een familie die zelfmoord pleegt of dat en je mixt dat dan samen met andere dingen waar je van denkt ja zo zal het wel geweest ja. zijn. Of als ik in mijn eigen in die situatie zit, ja. zal het waarschijnlijk daar, daar. Wel, ik denk bijvoorbeeld dat laatste wat je nu zegt: u ja. in die situatie zitten. Ja, maar zo genadeloos mogelijk tegenover uw eigen. Ik ben een flik. Ik heb daar uniform aan. Ik ben in de is dus 28 augustus 1942. En ik doe in mijn broek, maar ik kon deze toch doen. Mm -hmm. um, en dat is dus een vorm van zelfonderzoek. Je, je hebt, hebt uh, uh, wat wa Marlon Brando en zo hebben gedaan, en, en Jimmy Dean, hè, method acting. Ja, hè. Ja. Ja. Wat ik eigenlijk doe, is, wat mijn uitgeefster noemt dat method writing. Dus ik zit heel diep daar. Ik ben daar. En ik heb dat nodig om tegen mezelf te kunnen zeggen dat ik dat kan, dat ik daar kan zijn. En vanaf het moment dat ik het gevoel heb dat ik er ben, dan kan ik genadeloos zijn tegenover mezelf. En dan kan ik mezelf ook beschouwen als, ja, als een klootzak. Want hoe moeilijk is dat? Om, Wat vind je het moeilijkste om te schrijven als je een personage... Want hè, dat moet je natuurlijk doen als schrijver. Je moet soms in de huid kruipen van iemand waar je niks mee gemeen hebt. Mm. Of moreel heel weinig. Hè? Waar ja. je echt van zegt... Dus... I'm not that kind of guy, maar je moet je wel kunnen schrijven dat je die gelooft. Of je schrijft bijvoorbeeld, wat mij niet makkelijk lijkt, een vrouw. Ja. Je schrijft een vrouwenrol en je bent een man. Hè? Ja. En je moet proberen van dat op een manier te doen dat je denkt, ja, dat moet wel geloofwaardig zijn, ja. dat dat ook een vrouw is en dat dat niet alleen een man is die een bepaald beeld heeft over hoe dat een vrouw is. Daar, Terwijl dat ja. dat, dat, dat lijkt mij enorm moeilijk om te doen, om zo... Door, hoe stapte jij doorin of hoe doe je dat? Daar ben ik nu mee bezig. Hè? Mijn, mijn, het, het hoofdpersonage van de roman die ik nu aan het schrijven ben, dat wist ik. De, de Wonder in de Wan, <laughs> is een vrouw. Hè? Je hebt met haar schoon naar met leidt. Ja, het is scherged. Ja, right ja. um, uh, dat is echt is een pro writer hier. Dat is niet simpel. Mm -hmm. um, maar wat voor mij belangrijk is bij elk, bij elk nieuwe boek, is oké. Okay, uh, dat is mijn comfortzone, daar ben ik gewoon in, dat kan ik doen. Oké, okay, fuck dat. Ja. Ik wil uit mijn comfortzone. Want als ik niet uit mijn comfortzone uh, geraak, dan wordt schrijven voor mij, je moet je dat voorstellen, dat is tussen de twee en vier jaar. Dan wordt het heel saai. Als het de hele tijd comfortabel is, als je van ja, ik kan deze, mm -hmm. mm, ja, maar is het, heb je schrik? Bij mij is het echt heel erg, heel erg nodig dat ik af en toe onwaarschijnlijke schrik heb voor hetgeen wat ik omtoom ben. Mm -hmm. Ik moet af en toe uh, in de nofstand blijven. Uit schrik. Ik heb dat af en toe nodig. Um, en was ze er bang van dan op dat ik moment? Ben, ik ben <coughs> bang dat, ik, dat het niet lukt. Ik ben bang dat het fake is. Ik ben bang dat ik, dat ik mijn lezers, dat ik niet. Niet on top of the, my game ben. En ik kan alleen maar on top of my game zijn. Dat is de deel die ik met mij, mezelf heb af, afgesloten. Ik, ik schrijf niet op routine. Ik schrijf echt alleen maar met blood and guts. En dus ja, af en toe is het er niet. Hè? Mm. Af en toe word je wakker en je denkt van: man, man, man. Ze vergerokt, maar na nou is het echt wel gedaan eigenlijk. En, en, en wat is dat dan? Nice want je moet toch, na al die jaren, moet je toch met gemak een 7,5, een 8 een een op 10 sowieso hebben hmm. en ga je het over, nog die 10. Gaan... Ja, bij mij ga het over de 10. En de 11. Is dat dan, mm -hmm. is dat, dan uh, dat je verwijgen zegt: Ik wil een aantal, uh, ja, ik kon dat wat dingen zeggen, literair, hmm. of zeg je van. Is dat snelheid of is dat het geheel? Of nee, dat... het is niet snelheid. Het gaat over het gevecht tegen het cliché. Zie je? Alles wat naar een cliché <that you are> <that you are> ruikt... Uh, je, moet, je moet mij voorstellen als zijnde in feite in concurrentie met een onmogelijke competitor. Dat is namelijk alles wat er op een scherm zich afspeelt. Dus that, 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 daar ben ik mee in competition. Uh, wat er op dat scherm zich afspeelt... Er zijn zoveel films en zoveel reeksen... Waar dat je van denkt... Van, Joh, maar dat is cliché, dat ene cliché en dat Oh, wacht, is het al zo laat? Kom toch nog een aflevering zien. Weet dat? Mm -hmm. Niet alles dus, is slecht. Uh. Niet ja. Alles. Ja. Dus daar ga ik mee in concurrentie. Ik wil natuurlijk dat je die een boek vastpakt... En dat je niet stopt met lezen. Dat wil ik. Ik wil niet dat je even gewoon checkt... Oh ja, WhatsApp, even zien. Nee, nee, nee. nee. Ik wil dat je er blijft. Wat je dus wil zeggen... Dat elk, laten we zeggen, potentieel saai, tweede ranks, cliché shit voor mij meer is dan die shit. Daar haalt heel die boel onder, onderuit. Is dat dan zinnen of stukken? Dat zijn zinnen, dat zijn stukken, dat zijn scènes. Dat zijn scènes waar je van denkt van. Shit, ik dacht dat het goed was, maar nee, nee, nee. Het is het nog niet. Kun je een voorbeeld geven van zo'n moment dat je dacht. Oké, okay, ik zit hier dat verhaal aan het schrijven. Ik weet mm. dat dat goed is bij Wil bijvoorbeeld. Hè? Dat verhaal dient zijn eigen aan. Mm. En je vertelt dat je weet van hier gaat het over moeten gaan. Ga je zit bezig. Je zit eigenlijk al een onderwerp aan het aanpakken, dat je niet elke dag leest. Hè? Je bent eigenlijk al een, een protagonist en misschien ook een antagonist is. Je weet het niet. Je voelt al die is heel menselijk in het feit dat die je soms heel egoïstische beslissingen pakt, en soms ook niet. En dan ik je gebotst op een scène jij van denkt... Oh nee, dat is echt typisch voor een stoeme film... waar ja. dat, dat dan altijd in gebeurt. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, heel, heel regelmatig. En dat deed natuurlijk te maken met, met de positie... van de tweede wereldoorlog in onze cultuur, in onze samenleving. Mm -hmm. Zowel boeken als reeksen als films... Er zijn, dat, dat is gigantisch. En dat begint natuurlijk mee te zingen. Um, maar dan zijn er, er zijn af en toe dan zo van die lichtpunten waar je ineens van denkt... Ja, maar wacht even. Dat is nog nooit beschreven. Bijvoorbeeld, uh, je zit er helemaal door. Je zit in je, je, zit in je boek en je denkt van... Ah, oh man, alles is cliché. Ik ga naar de slechte en ik vind een boek, boekje... Uh, Wat is het muziek in de jaren 40 in België? En ineens merk ik van. Oh, wacht eens even. Dus in Brussel waren er minder jazzclubs dan in Antwerpen. En in Antwerpen waren ze tijdens de oorlog nogal big. Dus er werd serieus gefeest. Dus onder de Toren was er bijvoorbeeld een nachtclub. Mm. Waar dat iedereen naartoe ging. Toen dacht ik van. Ja, maar wacht, natuurlijk. Hier nog eens iemand tijd zwart-wit te denken over die oorlog. Dat is natuurlijk kleur. En dat is een en alles kapisme. Ja, oké. Okay. Dan ontstaat er natuurlijk een scène van. Als Wilfried Wilsna is nice. echt zat wordt in de beurt van dat soort en, en, en toen dacht ik van, wat gebeurt er met jou, Jeroen, als jij iets te veel hebt gedronken, en s ochtends worden wakker. En je denkt die laatste twee uur zijn weg. Ik weet niet meer wat ik heb gedaan. Dat is je uh, Ik kan proberen te doen of dat er niet is gebeurd, maar je zij in. 1942, weet je? Dat kan een leven kosten, toch? Mm -hmm. Voilà. Ja. Dus mm -hmm. dan, weten, dan weten, van... Uh, want dat wordt in films zelden getoond. In deze film van Wil wel, dat wordt wel getoond. Mm -hmm. Dat feesten wordt op een onwaarschijnlijke manier zelfs ja, getoond. Echt een feest zijn waar je echt ja. van denkt: wow, ik wil er zin Nee, ik wil er niet zin Dus die twee, uh, ja, dat beoogde ik natuurlijk ook. En, en dan gerokte er terug door. Weet je? Ja. Als het zwart-wit en cliché dan. Maar, maar hoe moeilijk is dat? Um, hè, want als je je stukken schrijft op Facebook, hè, waar je bijvoorbeeld over het Reuzige Proces of nu over uh, de godvergeten TV-reeks, ja. ja, dan zet je open en bloot wat je ja. vindt, schrijf je. Ja. En dat is waarom lees ik het graag en waarom zijn we blij dat je zit? Omdat veel mensen herkennen zich in iemand, gelijk jij, van. Ah, mm. het is niet links of rechts, het is ergens mm. in het midden, soms is het daar, soms is het daar. Mm. Maar dan zet je natuurlijk in wil ontschrijven en je ziet, je hoofdpersonage is, is, is iemand een uitvergroting daarvan. Mm -hmm. Hoe verleidelijk is het, of dat zou ik hebben, dus ik kon het volledig op mijn eigen betrekken, dan kunnen we safe zitten. Okay. Ik zou eigenlijk al mijn foute gedachten, zo van die gedachten dat je stiekem denkt, maar weet, ik kan deze niet zeggen, want daar dat groeit niet meer weg en ik ik kan dat niet uitgelegd krijgen, en eigenlijk dit en zo om dat dan toch steken in je mens te steken. In je boek te steken. Ik zal haar vertellen, ik had eigenlijk nog, voordat ik die stem van Wilfred Wills echt hoorde, had ik zo'n constructie gemaakt. En die constructie was echt onwaarschijnlijke kitsch en kak. Dat was slecht. Ik was on... Leg even wat aan constructies, ja, dus je const een boekje Dus geschreven. die constructie van het boek. Um, ik had een idee, um, ik was aan het denken, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dat, dat, ik dat in een interview zeg, maar ja, fuck it. Um, dat horen we geen. Ja, dus ik had eigenlijk het oorspronkelijke idee, mm -hmm. het oorspronkelijke idee, ging over een gast die eigenlijk, was eigenlijk een serie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus echt een, een kitsch, Tarantinesk idee, die geactiveerd geraakte door het geweld op de straat. Dus die dacht, ja, als die het doen, waarom zou ik mij hier nou? En dus die begint dus. Uh, ik vind dat uh, ook al wel een leuk idee eigenlijk. Ja. <laughs> en die begint dus verzetsmensen te vermoorden, Joodse mensen te vermoorden. En vanaf het moment dat de oorlogskansen draaien, begint ook collaborateurs te vermoorden, dan ligt die overal. Een uh, opportunist eigenlijk. Een opportunist, hè? Dat is een heel radicaal idee. Een kitsje idee. Hè? Uh -huh. Ik had daar wel een goede boek van kunnen maken, maar dat had toch. Ik, ik weet zeker dat dat zich, op een papa-moment zich tegen mij zou zijn beginnen keren. Uh, en dan ben ik teruggegaan naar het oorspronkelijke van. En, en, shock. Op, en op welke manier denk je dat dat zich tegen u zou gekeerd hebben, Wel, het omdat, het, omdat het na een tijd, denk ik, zou gegaan zijn over. Marke, nee. Serie Morden daar is de Tweede Wereldoorlog uh, dat niveau, weet je. Mm -hmm. En uh, ik moest dan even terug naar de basics gaan van ja, maar je hebt dat niet nodig. Het is gewoon een flik. En dit is een job. En die job is al erg genoeg. Mm -hmm. En dat, er, is, er is genoeg geweld. Maar ik dacht, ik ging, een, ik ging een grotere boog maken. Ik ging die mensen oud worden en ik ging die mensen in de jaren 60, als er dan de studenten studentenopstanden uh, uh, waren en dat er terug geweld was op straat, ik ging die terug laten activeren daardoor, snap je? Mm -hmm. Dat die terug geactiveerd werd. Er. En dus, maar dan gaat het terug naar basics en dan begin je terug naar die structuur te zien van het oorspronkelijke. En dan weten we van, ah ja, wacht, ik moet terug... De simpele dingen. Ja, dat heb ik echt met, geleerd. Dat zit ook niet met de morele ambiguïteit natuurlijk. Nee. Ja, want dan is dat is eigenlijk iemand voilà. die je gewoon aan ik zich bedoel, slecht de, is. Een Tarantino-film, ja. hey, morele ambiguïteit in Unglorious in, in, Beisters, oh, ik weet het niet. Hey, is mm -hmm. dat er? Ja, ik zou het er, maar eigenlijk is het er ook niet echt. De, 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 de echte dubbelzinnigheid bij Tarantino daar je denk ik meer bijvoorbeeld Reservoir Dogs dan, dan bij The oh. Bastards uit de tweede wereld. Dat is eigenlijk wel zo dat dan hé, wat, wat ze nu noemen uw grote roman, hé, mm. wat op zich het schoonste compliment is denk ik dat je kunt krijgen, ook al mm. zullen je dat nooit van zelf zeggen. Maar dat is eigenlijk wel zo dat dat, dat dat dan ja, hoe specifieker dat je gaat, hoe minder kans dat je dan hebt om een grote roman te schrijven. Dat vind ik dan boeiend. Precies alsof dat, dat dan toch meer over een soort tijdgeest of levensbeschouwing moet gaan. Ja, maar daar is dat een beetje ontstaan. Kijk, ik had die, het, het had ook met mijn, ja, mijn toenmalige levensfase te maken ook. Ik was uh, 48 en ik was echt grondig aan het nadenken over groen och goden hè eigenlijk meer aan midlife ja en, en, dus, en die, ja midlife ja ik heb dus één dag midlife in taal gemeen. Ja. Uh... ik heb dus één dag midlife crisis gehad ja. één dag maar heb een motto gezeten of nee niet? Nee, nee ik zing gewoon wandelen Hij wil wel, wel nog altijd een zotte nood op dus uh, zotte is er nog notes, niet helemaal het. bungee jump binnen nog ben ik nog zeggen. dus <laughs> ik ben er nog maar nee ik was gewoon aan het wandelen in de buurt van uh, 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 de buurt van Leer denk ik aan de nijten en ik was Midlife dus. Ja, dus echt stappen. <laughs> stappen. En ik was echt aan het. Denken, ik zat, ik aan, was aan uh, het line dansen in een cowboyclub <laughs> en ik dacht die niet eens. <laughs> Toen kwam die een ufo en ik zei: Lust het. Lustig, Nee, lust het. Uh, We hebben, deur op. hebben de, deur op. Meneer de shaman. Ja. Leg het nog eens op. <laughs> ja, en daar heb ik, ik zit te nadenken: van ik heb dat materiaal voor wil. En ineens kwam er een verantwoordelijkheid: van hé, hey, vergeet dat serial killer idee, joh. Je moet deze idee. Het ding zelf. En ineens besefte ik van... Wow, dat is een verantwoordelijkheid. Want er is nog nooit over geschreven. Alleen maar in non fictie Geschiedenisboek. Uh, ik moet dat serieus nemen. En toen kwam het tweede ding. Jeroen, je moet eens schrijven... voor het breedst mogelijke publiek. En dat heb je nog nooit gedaan. Je hebt nog nooit voor een breed publiek geschreven. Je hebt eigenlijk nooit... Je zijn nooit, ja, nooit zo kwetsbaar. Want je, je moet je kwetsbaar opstellen om dat te willen doen, om die ambitie te, te, mm. tegen je eigen te zeggen. Mm. En nu wil ik uh, een groot publiek, uh, als dat lukte, het is gelukt, dan komt er natuurlijk iets anders bij, dan komt succes en al die dingen. En dat is voor mij na twintig jaar. De uh, heftige, uh, daar moest ik ook even slikken, Allee, meer dan twintig jaar. Maar de ambitie om voor een zo breed mogelijk publiek te schrijven kwam door het onderwerp. Het onderwerp verdiende het om voor een groot, breed publiek en ook om tegen mezelf te zeggen: van, you know, is zit een schrijver of zit een verteller? heb hadden altijd tegen mezelf gezegd: you know, verteller, ja. You know. Vertelt dan. Weet je? Ik ben een verteller. En daar ben ik echt heel expliciet voor mezelf bij uitgekomen. En dan heb ik met mezelf een deel gemokt. En dan God, je schrijft hier een boek en je schrijft hier voor zo'n breed mogelijk publiek. En dan is er een ander stem die zegt: van oké, okay, ik heb daar eigenlijk geen goesting in, ik heb gewoon schrik. Want je gaat echt met je billen bloot deze keer. Want. En, en dat is zo'n groot verschil, omdat, je die, die drive erin het, omdat ik die een drive erin heb gestoken. Er is maar één vriend die het tegen mij om mij vroeg van, zeg, en als het niet lukt, wat dan? En ik had niet veel geld op dat moment. Hè? Dus ik zeg, oh, dan ga ik in therapie en ik heb wat geld op zagen licht. Ja. Dan ga ik een half jaar of een jaar in therapie. Mm. Dus zo heftig was het. Ja. Zo heftig was het voor mij dus het was alles of niks, het was spelen tegen de bank, dus en uh, letterlijk eigenlijk zelfs, uh, want financieel was het echt niet best, dus dat soort intensiteit, ja, dat heb ik dus op latere leeftijd mogen ervaren, dat had ik niet op mijn 28. Dat was iets totaal anders wat ik op mijn 28 had. Ik was arrogant. Ik ben nog altijd arrogant. Um, maar ik was veel meer gericht op het intellectueel. En ik wilde ook niet noodzakelijk dat mensen zo meeleefden met, met, met mijn boeken. Ik, ik vond vooral dat ze mij cool moesten vinden. Weet wel. Um, en dat vanaf Wil was dat afgelopen. Oké, okay, Wij en Winst. Wij is eigenlijk een hele persoonlijke roman voor mij... Maar die verkocht niet, en dat heeft dat, dat verschillende redenen, denk ik. Maar ik was toen nog niet ready. Mm. Ik was toen nog niet klaar. Ik denk dat, dat succes iets is, het is een raar beest, maar je moet het wel tegen jezelf zeggen eerst. Wil het of wil het niet? Want, en dan, als je het wilt, ja, dan is het all the way in. Want anders heeft het geen zin. Dus, en je zou kunnen zeggen, ja, dat is toch iets dat je overkomt, ja, dat overkomt. Je. Natuurlijk wist ik niet wat er met je. Ik bedoel, we zitten niet na te babbelen. En binnen een week komt je. Binnen een paar dagen komt je film uit. What the fuck? ik zat ook maar achter mijn laptop. Hè? Ik bedoel, voor mij is deze ook allemaal heel raar. Oké? Okay? Mensen zeggen tegen mij, ze zijn er wel aan het genieten. Van, Man, ik durf zelfs niet te zeggen hoe weird dat het voor mij is. Dat is, voor, dat is gewoon heel raar. Dat zijn rare gevoelens. Dus al die dingen die er daarna zijn gekomen. Ik kan natuurlijk wel zeggen, oh, Will is the gift that keeps on giving, maar dat um, is allemaal really heel raar. Maar ik weet wel dat ik het zelf tegen mezelf heb gezegd. Hmm. Ik heb tegen mezelf gezegd. Nu moeten we all out gaan. Want als je het na niet doet, kun je er beter mee stoppen. Ja, ik denk ook dat als je op dat moment kiest om te zeggen, we doen het voor een groter publiek. Hmm. Eh, wat dat jij er juist, eigenlijk zei, en er is als je zei van ja. Als je wilt dat hij toch de grote roman wordt of zo, dat dat een soort tijdsgeest moet vatten, misschien wel, maar ik denk dat dat heel vaak is, als je iets mokt en je voelt dat dat just is. Heel dikwijls is dat iets enorm persoonlijk, yeah. maar doordat je zo persoonlijk gaat, worden universeel. universeel. Yeah. Want zijn er eigenlijk heel veel mensen die dat die gevoelens ook hebben of over nadenken. Yeah. En uiteindelijk is heel deze verhaal ook dikwijls. Het gedachte dat wij allemaal al eens hebben gehad, wat zou ik doen ja. als, het, als ik in die situatie zat? Ja. Zo, wie zou ik zijn als ik dat zou zijn? Zou ik die goede zijn, wat dat we allemaal van ons eigen willen geloven? Of zou die een ene zin dat dan toch zegt. Ja, het is mijn job. Ik zal maar niet te ja. moeilijk doen. Of en die daar, daarna ermee ja. verder leeft. Ja, ja, ja. Ja, of zoals in de ja, ja, ja. film vaak terugkomt, hè, het werkwoord overleven. Dat ja. ja, ja. komt een aantal keer in de film terug. Hè, Zeker. En... Mm -hmm. We Begon deze, deze overleven. Hoe? Dat zien we wel. Ja. Ja. Wat ik ook uh, een hele goede vond in een boek, dat was eigenlijk al benauwd direct. Als ik aan het lezen was, eh, dat het ging over de wandelrichting op de keizerlijn. Eh, van dat de Duitsers bepaald hadden in welke richting dat de, de voetgangers moesten wandelen. En vooral die zin mocht iemand dat voorspeld hebben. Eh? Iedereen had plat gelegen. Maar na één piep van dat herenvolk. Doet iedereen wat er bevolen wordt. Meer nog, ze zijn nog blij ook. Eindelijk orde. Ja. Twee jaar voor corona. Maar ja. dat viel toch ook even op. Dat was ja. een zin die bij mij wel binnenviel. Dat ik denk. Ja, hoe snel zijn we allemaal in de pas beginnen wandelen wanneer er bepaalde dingen gezegd werden? Hè? Ik denk in ik, een moeilijke situatie. Ik, 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 er, zit, er zit een enorme capaciteit voor gehoorzaamheid in ons. En een misschien minder grote capaciteit voor moed en dapperheid. Mm -hmm. En laat ons onszelf daarna niet uh, een slecht gevoel over geven. It's just what we are, I guess. Waardoor mm -hmm. door gehoorzaamheid. Um, en ik zeg dat nu in, al, in het algemeen, en, uh, en ik zeg dat niet, ik kijk niet neer op de mensheid, hè. ik maak er deel van uit. Okay? Dus als ik zeg er is een grote capaciteit voor gehoorzaamheid in ieder van ons, dan bedoel ik mezelf ook. Hè. Bedoel ik, leg mijn eigen dan ook mee in de pannen. Um, en een veel minder grote capaciteit voor moed, ja, dat, dat komt bij mij ook binnen. Hè. En dat komt ook voor een groot stuk door. door, door lat we zeggen activistisch te zijn en maatschappelijk kritisch te uiten en zo, ben ik mezelf vaak ook wel tegengekomen van, zit je dan zo'n grote verzetsheld. Mm. Ik probeer, ik stronkel, ik probeer, ik, ik, ik probeer iets en, en ja, het meeste van wat ik doe bestaat uit woorden. Um, tien jaar geleden of elf jaar geleden zelfs nu hebben mijn vrouw en ik en een paar mensen soepacties gedaan en we hebben een aanwezigheid gehad in de stad en armoede proberen centraal te zetten en voor de eerste keer in mijn leven dacht ik van wow, zit hem nabij zich ik al over mezelf van kijk, nou is doing the talk and the walk en dan kwam dat voor de eerste keer eens samen maar tegelijkertijd wist ik ook van ja, maar dat activisme, dat pakt mij helemaal over nu en dan ben ik precies niet meer aan het schrijven. En dus, dat zijn van die dingen. En nu ook. Ik In hoeverre is een goede schrijver een activist eigenlijk? Well, als je dat zo bezien. Ik, ik vind niet dat je moet veralgemenen tegenover mm -hmm. wie ook kunstenaars. Ieder doet zijn ding, ieder wandelt zijn pad. Wie zijn wij om tegen een ander te zeggen: van, moet je gaan niet wat meer uh, maatschappelijk georiënteerde shit schrijven? Of waarom doe ik altijd over je... Uh, pff, nee, jongen, kom. Mm -hmm. um, bij mezelf, ik moet het op mezelf toepassen, want dan wordt het pijnlijk. En dan wordt het ook interessant, vind ik. Hoe ver moet ik gaan uh, in het streven, zal ik nog zeggen, naar een betere wereld? Okay. Um, ik denk dat je altijd een spiegel nodig hebt. Ik denk dat je altijd naar jezelf moet kunnen blijven kijken, ook al is de, af en toe mensen gekwetst. Um, ik probeer dat te vermijden, om mensen te kwetsen, maar soms gebeurt het. En dan, ja, aangezien dat ik goed ben in woorden, dat is eigenlijk mijn kracht, kan ik mensen ook echt wat kwetsen. Want, dat is woorden, zijn zijn mm -hmm. Ontstaan op de speelplaats, omdat, mensen, omdat kinderen dachten, die andere leerlingen dachten van, oh ja, die meneer met zijn blonde krullen, die zullen we eens pesten. Ja, dat, daar is mijn halen direct ontstaan, gewoon tegen pestgedrag van, oké, okay, nou, een tijd was iedereen, oké, okay, we zullen hem laten doen. Omdat ik sneller was met woorden. Dus er is een verantwoordelijkheid daar ook, hè, van hoe snel. Um, dus, is het moeilijk discussiëren met Jeroen Olieslags? Ik, ik denk niet noodzakelijk dat mijn... mijn ik, heb, ik heb niet zo'n grote capaciteit tot luisteren. Als ik echt eerlijk ben, ik probeer ja, dat. Dat, dat komt mij bekend voor. Ik, probeer, ik, dat, ik probeer dat. te doen, hè. Was ik een hoor op dat je dat zei? Het was gevaarlijk? Was het heel <laughs> schoon? Ik dacht er het mooi komen. Oh, dat is helemaal niet mooi. Nee, 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 nee. nee, nee. nee ik, heb dat, ik probeer dat te doen, maar soms na, na, na een feestje uh, bij ons thuis uh, zegt Nikki dan de volgende dag van: "Maar uh, dat was toch iemand die ook iets kon zeggen." Dus. <laughs> Dus ik heb dus dus met dat echt monologen dan En dan is, is, schaam ik mij rot, hè? Is dat, dat op die droge toon dan? Ja, meestal is het wel op. Ja, soms is het wel heftiger. <laughs> mm. Mm. Maar dat is denk ik, ja. Ik wil dus heel de hele tijd de werkelijkheid omzetten in woorden. En, 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 en dat is misschien ook wel obsessief. Uh, dat snap ik ook wel dat dat niet altijd even ogen is. Want als je dan. Wat je nu allemaal verteld hebt, dat is over je boek, maar dat is ook over het leven. Is dat ook het gesprek dat je dan gevoerd hebt met de regisseur Tim Meelands? Want het is ah, dat wel is, een kindje, hè? Dat is wel interessant. Ik ken Tim al een tijd. Um, wij, die, hij was eigenlijk met een eerste... Goh, begon dat boek verfilmen van, maar niet van wil, maar van wij. En hij had mij daarover gecontacteerd. Hij was daar zo enthousiast over. Maar dat was in het begin van zijn carrière. En wij hebben zelfs samen ook echt op tien dagen een scenario geschreven. En, en, en toen dacht ik van, goh, dat is om met hem te pingpong zo. Dat was wel tof. Maar dat was te vroeg voor hem om zoiets te doen. En blijkbaar, want we hebben nu samen al een interview of twee gedaan. En blijkbaar was ik totaal vergeten. Wil was benauwd af, en ik heb hem dus blijkbaar een berichtje gestuurd van ik heb het verhaal voor jouw volgende film. Dat weet ik niet meer, maar ongetwijfeld. Het mm. mm. zal van die blackouts in die jazzclubs dus, <laughs> uh... zijn. <zou> <coughs> Dat zou kunnen. Sindsdien drink ik minder. <laughs> um, dus uh, en, en ik heb wel met hem een heel... Tim is zo een stevig en ik bedoel die stad echt wel stevig. Als je zo'n filmploeg laat, hallo, ik heb hem ook in actie gezien. Dat was de eerste keer dat ik hem in actie zag natuurlijk, met mm. zo'n alploog en, en. maar tegelijkertijd heeft hij een hele een zachte kant en de kant waar dat ik, ik ik vind die combinatie van die twee. Dat heb ik zelf ook. En dus dat is zo herkenbaar. En als je dan rond zo'n project samenkomt. Hij was, moet ik zeggen, heel voorzichtig in het begin. Zo van: Oh, ik hoop dat hem niet gekwetst is over dit. En Carol Joost schreef het uh, scenario. Mm -hmm. En Carol uh, en, en, en Tim hebben, dus eerst een outline aan mij uitgelegd en zo. Met zo van die ogen van. Vindt hij het goed, vindt hij het niet goed, vindt hij het goed, vindt het, vind het niet goed. Nou, want ik ga niks spoileren, maar er worden, de film verschilt wel op bepaalde vlakken zeker, van het boek. En de, dus zeker, een, dus een, dus een, ja, zeker. De, ja, ik denk op twee vlakken, maar zonder ja. in detail te gaan. Uh -huh. De film is een thriller, mijn uh, boek is dan niet noodzakelijk. Dus die thriller die je pakte van bij het begin, uh, dat is dus een, een lichtjes andere uitgangspositie dan het boek. Uh -huh. En er is een... Uh, hele stevige nachtmerrie-kwaliteit. Ja. In de film, dat het boek niet altijd heeft. Tim heeft mij ook uitgelegd hoe hem dat, dat zag. En dat vond ik wel fascinerend. Dus in het boek kreeg je ook een oude Wilfred Wills die terugblikt op zijn leven. En Tim heeft daar eigenlijk. Er, er is geen oude Wilfred Wills. Uh, er wordt offscreen. In het begin van de film wordt er iets gezegd, uh -huh. en op het einde van de film wordt er iets gezegd. Dat zijn de woorden die ik ermee in heb gezegd. Dat is niet Carol Joos die dat heeft geschreven, dat heb ik, ik geschreven. En dat heeft Tim mij ook gevraagd. Maar in het kader van, en ik snapte het heel goed, Tim had tegen mij gezegd: Ik wil eigenlijk een film maken waarin dat die oude Wilfried Wills. Uh, je ziet de oude niet, maar het is eigenlijk zijn nachtmerrie. Uh -huh. Hij blikt terug. En het is een nachtmerrie. Dat Antwerpen wordt helemaal uitvergroot. Dat krijgt een soort van allegorische kracht. Dat is, dat is, dat is nou een soort van Kafka-Antwerpen. Mm -hmm. um, dus ja. En dat zijn, denk ik. Dat zo'n sfeer, gelijk die uh, film 1984 toen zo. Dat heel donkere donker, grazen. Ja, dat kapotte gebouwen. Ja. En, 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 je je en, zit echt inderdaad in een benadering. In Het heeft een droomachtige kwaliteit. Ja, dat vind ik film. heel straf. Ja, dat, 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 wel, ja. er, er is een scène ja. in de film, maar daar zeg ik nou, niks over, maar Jean Bearfoot speelt daar een belangrijke rol in, in een in cinemazaal. En, uh, waarin mensen worden opgejut om uiteindelijk een synagoge aan te vallen. Ik was daar toen. Ik was er op die draaidag. Onherkenbaar zelfs, ja een ja ja. In die scène, ja, scène ja, zeker, ja, hè. Ja, in ja, die andere ja, ja, was ik ja, op ja, een tram. Ja, ja. Maar In die scène zeker. En, en, ik, en ik zie nu de zijn haar. En ik zie nu dat hij <laughs> eruit ziet. En ik zie nu hij zijn rode tanden. Ik denk van, oei, oh, die heeft precies dan toch een tandprobleem met zijn. Ik vond dat toch. En toen dacht ik, nee, Jeroen die is helemaal gaan makker. En ik denk van, wow, maar dat is precies nogal wat heftig. En dan liet een timmer zien door de monitor, wat hem eigenlijk wilde. En toen viel mijn frang eigenlijk pas echt. Ik dacht, ah ja, nachtmerrie natuurlijk, mm -hmm. natuurlijk. En dat is toch wel de kracht van cinema. Ik ben daar wel wat jaloers op, dat je dat zo kunt, die gevoelens zo kunt manipuleren, dat, dat als je het goed doet, hè, ik denk dat Tim het echt goed doet, dat je, ja, je kunt niet wegkijken. Nou, het is een, het is een prachtige maar ik niet weg. Maar, ja. maar ik wil toch nog even, uh, uh, omdat ik het ja. net zei, het moment dat ze met die outline komen van hun ja. visie, ja. kunnen je toch iets beschrijven, want... Die, nou, twee, die twee... Was dat echt schoorvoetend? Is dat het woord? Dat ik... Bah, het was wel een <laughs> beetje knullig. Allee, het was wel plezant eigenlijk, hè, want een team heeft op zijn binnenkamer, zo'n heel groot bord waar je met kruid kunt opschrijven en, en plakkertjes op. En, en dus ik kreeg dat eigenlijk... Zo'n te... roeiling dat hij ja. allemaal <laughs> verdient. Ik, ik kreeg dat eigenlijk te zien. En ik kreeg <laughs> eigenlijk dat te zien. Karel, die dat zo zenuwachtig, met veel gebaren, begint uit te leggen En ik denk van, dat is precies even dat ik zo... Die hebben zo precies zoiets, alle twee zoiets fittigs gedaan op, op, ja, hun, ja, ja. op hun eigen. En die komen dat, die komen dat even tonen. Hé, hey, niet, niet verschieten, maar ja, dat, dat hebben we gedaan. Ja. En, dus, um, en dat zag je natuurlijk ook al met al die, met al die in, in, in in de gekleurde bladjes, de kleefbladjes. En weet Die van, well, yo, dat, je wel, dat is zo groot als een car crash. Maar um, Carol begint dat tegen mij te vertellen. En, zo, echt maar, en ik denk van... Ja, maar ja, maar ja, ook okay. in een trip. Uh -huh. en, de, en dan zitten buitenstaander. Hè? En je zit eigenlijk aan het verknuikelen. die twee zitten er binnen een trip. En ik was echt met de gedachten aan het spelen om zo, zo even te kloten en zo te zeggen: van, Ja, mannen, dat trekt echt op niks. <laughs> dat zo, omdat zo ze, waren zo, ze waren zo op die een trip. En voor mij is dat eigenlijk het. Voor mij is dat eigenlijk het belangrijkste. Ik bedoel, de, 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 de producent, degene die eigenlijk de vraag aan mij heeft gesteld, Jan Segers. En, en ik kreeg die call en die zei, we moeten elkaar eens zien. En, en, en ik had tegen mij gezegd van, ik moet het vuur in zijn ogen zien, of anders is het geen deel. En ik zag het vuur in zijn ogen vanaf direct. Die begon over die een boek te vertellen en ik denk... Toen wisten we zelfs nog niet of dat een film ging worden of een reeks of weet ik veel wat. Maar ik zag dat vuur in zijn ogen en ik zag ook meteen... Ik had ook meteen door waarom dat hij dat wilde. Hij wilde gewoon aan zijn kinderen kunnen laten zien ook de impact van die boek op hem. Ja. Zie je, toen was er nog geen sprake van Tim. Er was zelfs nog geen sprake van, allee, wat gaan we ermee doen, film of tv. Maar ik zag bij hem echt dat vuur. En dat is voor mij herkenbaar. Ik bedoel... Ik dacht, van die boek is voor mij zo belangrijk, ik moet echt wel vuur zien. Maar dat is ook... Hey, sorry dat ik het even zeg, dat klinkt heel schoon, romangewaas. Ik zag vuur. Mm. Maar je ook mensen die in een film verkloten, maar die ook vuur hadden. Dus, ja, dus, dat is dus zo. Dus achteraf... Het dat is, is zo. Het blijkt na... Hey, we ja. hebben het gezien, het is een onwaarschijnlijk schone film. Chance. Dus met muziek eronder, mega scène. Ik zag vuur. Mm -mm. Maar uiteindelijk is dat nog altijd wel... Ja, een vriend kan ook iets vervelend dat doen, maar... is zo, Dat is zo. Maar het lijkt me niet een persoon die even zegt: Nou uh, ah, ja, mijn levenswerk. Ik zie ja. vuur. Ja. Ja, Zeker het... als ze uit het... een outline wel duidelijk wilt zien: deze is geen een, een op een. Nee, het, 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 het vuur is belangrijk. En dan, voor mij, is het dan het moment dat ik dan spring in de diepte. En dan denk ik: Oké, okay, just do it. Zaten er dingen in? Waar ze mee afkwamen met scripten, dat je denkt: nah, dat is eigenlijk beter dan hetgeen dat ik, ik verzonnen had. Oh yeah. <laughs> <laughs> ja, en dat is kloten. Dat's, dat is aanbetaand, dat, dat, dat je zo kijkt en denkt. God damn, dat had ik een moeten dat gedaan hebben. Dat is echt oh, rot. Ah. Dat is echt rot. Ja, ja. <laughs> dat is echt rot. Um, ja zeker. Uh, het einde bijvoorbeeld, uh, ja. dat is een heftige... Daar kunnen we niks over vertellen. Nou, ik kan Rob u één ding, ik kan nu één ding zeggen en daar ga ik niks over zeggen, maar daar ook ik wel alles over zeggen. Dat einde was klaar. Wij zaten met drie, ik en Marijke en Andries, samen in een persvisiekamer met een groot scherm mm. in een donkere. We zijn met drie, dus we kennen elkaar allemaal. Als er een aan betaald heeft, moesten we geen sms sturen van die van de rij hiervoor, hoe vervelend. Het was letterlijk wij bij elkaar en dat was gedaan en die aftiteling begon. En wij zaten er zo met drie en ik denk dat dat zonder overdrijven zeker een minuut heeft geduurd. Mm. Voordat iemand iets heeft gezegd. Ja. En dat ja. was wel, voelde wel van ja. En dan leek het eigenlijk nog. Een van de eerste dingen dat ik dan wou zeggen was. Allee, dat is ook een goede mundag, namiddag geweest. <laughs> hè, zo dat. Maar voelt zo, dat gaat eigenlijk een beetje. Dat klinkt stom, maar dat, dat gebeurt zelden bij mij. Dat ik te veel respect heb voor dat moment. Mm. Yeah. Om niet een mond open te doen en te zeggen. Ik schiet daarna even kapot met een onnozele opmerking. Ja. Yeah omdat ik mijn eigen twee seconden in houding kan geven bij hetgeen dat hier net gebeurd is. Mm. En dat was wel wat die film wel had. Dat well, is een prachtig compliment voor heel de crew en voor, mm. de, en voor, voor Tim in het bijzonder. Maar um, ik voelde, ik heb een paar uh, draaidagen dus één of twee, twee. En ik voelde gewoon die intensiteit van heel die ploeg. En dat is toch wel impressief ik voelde dat iedereen van plan was om er iets echt supergraaf van te maken en ja, maar ik heb... help helpt het toch dat je een achtergrond hebt hè? want je is een mm. filmjournalist geweest en is ja. geeft je zit met film helpt dat wel dat je weet dat dit boek is een ene lange trage opbouw naar hè? Wat ik zeg die ja. stapjes hè ja. klein oh, links ja. rechts oh, dit en dat dat is moeilijk in het cinema dat gaan we dat gaan niet. Want dan, nee. dan zit de Slow TV aan het maken. Ja. En dat is gewoon voor een nachtkanaal in ja. Japan of zo. Ja. Maar hier is dat moeilijk. Ja. Een nachtkanaal in ja. Japan. Ja. Oh, I like her. Maar, <laughs> maar het, het zou wel geholpen hebben dat jij dat kent. Want, ja. want dat vind ik het grootste verschil. Geholpen, dat weet ik eigenlijk niet. Zin. ik weet niet of je dat woord kunt gebruiken. Um, het is zo'n rare. Trip, om daar om dat mee te maken natuurlijk. Dat is al één. Er is afstand. Hè? Nou, dan moet ik echt zeggen. vanaf het moment dat dat boek in de boekhandel lag. was er ook afstand voor mij. Hè? Ik bedoel, ik, er waren sommige... ik deed die. Uh, ik deed die een boek nog af en toe wel eens open. Ik gaf daar wel eens een lezing over en alles wat je wilt. Maar, um, allez, ik heb vaak veel lezingen gegeven uh, met wil als onderwerp. Maar soms deed je dat boek open en keek ik naar een fragment. En dacht ik: van, wie heeft dat geschreven? Dat was ik precies. Ah, ik bedoel. Je, dus die vervreemding is er al van bij het begin eigenlijk. En dat is altijd zo geweest bij mijn boeken. En ik weet niet of dat elke schrijver dat heeft, ik heb dat in ieder geval. Dus ik zit er nog te kijken en je kunt dat trouwens niet meer vatten. Heel dat creatief proces dat valt niet meer te vatten. Um, en dan zie je het creatief proces van een ander. Uh, van een team en van een maat, van iemand die ik graag zie ook. Um, en wordt ik... 100% vertrouwen, maar ik zie die natuurlijk ook twijfelen en ik zie die ook van wat denkt de zou we dit zouden we dit en ik denk van ja, maar al die twijfels. Ik zat die allemaal alleen achter mijn laptop. En hij heeft gewoon een heel crew. Mm. En die zitten allemaal te wachten van natuurlijk elke dag was echt helemaal natuurlijk van uur tot uur en weet ik, van wat begroot en we gaan dit en we gaan dat doen. Ja, ik kan perfect. En ik heb het trouwens ook wel bij hem gezien van. Hm, wacht, gaan we dat op die manier doen? Of gaan we dat? Dus maar dat heel die cruise te kijken, mm -hmm. dat denkt ik dacht, wow, dat is stevig. Ik weet niet, dat zou ik echt niet kunnen. En ik heb ook wel ooit een filmscenario geschreven, samen met Harry Kummel. Die Helaas, nu een beetje een vergeten figuur is, maar waar ik heel veel respect nog steeds voor heb. Harry is nu in de tachtig. Hij heeft Elaine Veren gemaakt en Daughters of Darkness, een fantastische horrorfilm die zich in de jaren zeventig in, in, in oost afspeelt en, en nog een paar dingen. Maar um, ik heb mij. Met Harry een, een filmscenario geschreven over de koningskwestie, over de, de, wat deed de Belgische regering tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm. En Harry en mij daar zo echt helemaal door dat proces doorgesleurd is bloed, zweet en tranen geweest. Dat, dat was, ik dacht echt, dit nooit meer. Deze is gewoon te heftig. Mm. Man, het is te intens om zoiets te, te schrijven. Dat, ja, dat was ver uit mijn comfortzone. Die film is nooit gemaakt. Um, maar. We hebben daar wel iets graaf gedaan. Ik heb veel geleerd door met Harry te werken. Ook gewoon mijn proza. Um, Harry heeft mij is echt een fantastische les gegeven. Ik zat vast, ik was bij aan het schrijven. Het eerste deel was af en ik begon aan het tweede deel. En ik zat vast en Harry belde mij voor iets, ik weet al niet meer wat. En, en hij zegt van, je klinkt niet goed, wat is er? En ik zeg ja, ik zit vast. Um, en uh, ik zeg je aan het tweede deel bezig. In. En een Harry gaf mij de onschatbare raad. Die zei: Alle vragen op haar antwoorden zitten allemaal in dat eerste deel. Ga je de vragen stelt in het eerste deel, geef de antwoorden in het tweede deel. Dat klinkt misschien vaag voor veel mensen die aan het schrijven zijn, of die daar niet mee bezig zijn, maar voor mij was hij niet eens van. Oké, okay, mm. zo doet het dan. Dus, en hij is echt old Hollywood-style schrijven, scripts geïntroduceerd iets in het eerste bedrijf, gezorgd ervoor dat je dat afmaakt in het derde of in het vierde bedrijf, dat, mm -hmm. Heel dat. En dat heeft mij enorm geholpen ja. bij het schrijven. Ja. Enorm geholpen bij het schrijven. Ernaar. Dus, ik weet wat dat is om een scenario te schrijven. En, en dat is niet iets wat ik wil doen. Uh, mm -hmm. Niet noodzakelijk wil doen. Misschien ooit wel eens als met iemand waar ik me veilig voel. Maar dat is echt gewoon buiten mijn comfortzone. Te weer buiten mijn comfortzone. Je had ooit gezegd dat je... <coughs> Allee, ooit. Daar straks. Je had gezegd dat je... <laughs> dat gebeurt wel eens met mij. Je hebt gezegd dat je... Dat je, hè, dat, 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 je zat uh, financieel niet supergoed. Je wordt eigenlijk al lang aan het schrijven. Maar je had, je had niet zo dat gevoel van een enorme verantwoordelijkheid dat je had toen dat hmm. je deze schreef. Hmm. Als je na de laatste zin hebt getypt, bij Wijze van Spreken. Hè? Je weet, deze is het, dat kon ik afgeven, het is klaar. Hmm. Eén, had het gevoel dat je iets in je handen had dat iets bijzonder was. En twee, toen het gebeurde. Hoe was dat eigenlijk? Want jij zegt twintig jaar al bezig, van alles al aan het doen. Hey, eigenlijk een beetje een laadbloeier ook. Want Zeker, voor sommige, een groot publiek. Bij sommige mensen gebeurt dat allemaal met hun eerste roman. En moeten ja. die dan maar zien dat het allemaal... Hey, dat is een andere moeilijkheid, want dat Zeker. brengt ook andere dingen met zich mee. Maar bij u gaat dat natuurlijk... uw, uw, uw ...tot hiertoe uw ervaring en uw hmm. leven meegemaakt... ...waardoor dat je misschien klaar wordt... ...maar ik denk dat je nooit helemaal klaar bent... ...voor wat het is geworden dus Hoe nee. was dat eigenlijk? Ja, dat iets heel specifiek... ...omdat dus het eerste deel was af... ...maar ik had geen uitgever. Dus de bezige bij Harold Paulus... ...werkte toen voor de bezige bij Antwerpen... ...toen dat nog bestond... En en Harald, er waren, er waren moeilijkheden en Harald... De snap... legendarische uitgever zelf, die voor deze ja. niet mee zijn, maar dat is een bekende figuur. Ja, absoluut. En die heeft er nu ook de imprintpolis op gericht. En, en, en nu is hij geen uitgever meer. En, en, maar ja, voor mij op dat moment een heel belangrijke mens in mijn leven. En ineens is die er niet meer. En, en dat, dat ging sowieso een tijdje duren, vooraleer dat hij zijn eigen uitgeverij of van wat... Dus ik was gewoon... En ik, 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 ik had geen huis meer. En bovendien, veel van mijn Vlaamse collega's bij de bezig bij, die hadden allemaal een mail gekregen van de uit Amsterdam: Van, maar nou, daar komt God, er komt iemand anders, we gaan als manier. Ik had niks. Ik had niks gekregen. Ik had geen mail gekregen. Dus, dus ik dacht van, dit zit een fuck. En ik zit hier met uh, een boek. En, um, en dan komt Katrijn van mij. die komt bij De Bezige Bijwerken. die komt, Die is nu hoofddirecteur van De Bezige Bij. Die kwam daar toen net. En, uh, en die wil mij toch zien. Maar ik ben gewoon iemand van... Ja, ik ben eigenlijk gewoon Ik bedoel, niemand kind mij in Amsterdam. Dus wat moet ik nu gewoon doen eigenlijk? En, dus, en die begint te babbelen. En, en dat klikt wel. En ik vertrouw ze niet in het begin niet helemaal. Maar dat klikt echt wel. En... En op het einde van dat gesprek zeg ik... Want ik dacht echt van... Ik ga Hard To Get spelen. Wat moet ik anders doen? Ik, ik heb niks in handen. Ik heb niks. Dat is de beste reden om Hard To Get ja, te spelen. Ik heb en niks ik... en je kunt het niet krijgen. Maar ja, <laughs> inderdaad. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik zeg tegen haar van... Kijk, ik zal het eerste deel sturen van wil, maar je krijgt drie weken om dat te lezen. En gelieve alleen maar te reageren als je er een potentieel meesterwerk in ziet. Want ik heb geen tijd meer. Ik heb het gevoel dat ik geen tijd meer heb. Ik kan eigenlijk alleen maar werken nu met mensen die het zien en die het voelen. Nou, in alle eerlijkheid, ik heb die een truc geleerd van Hugo Klaus. <laughs> Klaus heeft blijkbaar. blijkbaar die joker ooit ingezet voor het verdriet van België. En ik snapte heel goed waarom. Je kunt die een truc ook maar, denk ik, één keer doom. Mm -hmm. Je kunt die hier een tweede keer doen. Nou, zeker en... nadat je meer verteld ja. hebt. Ja. Er zijn eigenlijk. Er zijn, er zijn, er zijn twee. Ja, bij Klaus was het ook echt heel duidelijk van uh, de focus. Uh, ik weet niet meer wat ik daar vooral van hem gehoord heb, maar de focus was. Oké, okay, ik voel dat ik iets graaf heb. Maar de eerste die ik moet overtuigen, is de uitgeverij zelf. Want als die dat niet voelen, dan kunnen jij veel graaf. Je... Maar die moeten dat voelen. Dus moet het woord meesterwerk gebruiken. Dat kunnen we maar één keer doen. Dus ik heb dat woord gebruikt. Ik heb gezegd, potentiële meesterwerk, ik heb geen tijd. Uh -huh. Dus ik heb echt iemand nodig die... Ja, en ik kreeg een bericht van Katrien, die zegt van, let's go. En dat was al... Ik dan, bedoel, dat heb ik vrij snel tegen haar gezegd, we gaan samen geschiedenis schrijven. Uh -huh. Direct al, hè. Maar ik, ik heb het al eerder uitgelegd. Hè. Dat was het soort van ambitie en edge dat ik toen had. Maar ik zeg het, ik stond wel met mijn rug tegen de muur. Ik, ik, er moest iets gebeuren. Mm -hmm. um, dus dat gevoel, dat was wel wonderlijk. Dat, ge, dat, dat je dat al... Dat iemand anders dat ook zag. En dan kwam, laten zei dat tweede deel. En dan in Amsterdam... Um, ja, er waren een paar mensen die het in Amsterdam hebben gelezen... En, en die zeggen van uh, voortoom, gewoon voortoom. In echt, oké, okay. gewoon reis, voortoom. In echt, oké, okay. pak een trein, kan terugschrijven. Het tweede deel is af en dan stuur ik dat naar de arts en dat is een historicus. En ik had die Die is daarna bekend geworden door kinderen van de collaboratie, kinderen van ah, het ja. verzet. Ja. Hey, dat is cool. Ja. En. Ik durfde helemaal van goed, om ook niet echt lastig te vallen. En de koel leek mij zo'n toegankelijk en een toffe gast. En dus ik stuur dat daar naartoe. En, uh, en die zei ook gewoon, voortom, Dus, en uh, ik, ik vroeg eigenlijk aan hem van, zeg, zitten er historische details dat echt gênant is? En, 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 en hij gaf één of twee dingen, de, de kleine dingen. Ik paste dat aan en die zei gewoon voortom En dan voelde wel, oké. Okay, I'm onto to something. I'm ja. to something. Ja. Ja. Maar dat is ook natuurlijk wel, als je dan bij een uitgeverij, want dat is ook het meeste, hè, zoals gezegd, dat is het meeste hoogspel dat je kunt spelen. Ja. Je neemt het woord meesterwerk in ja. de mond. Ja. En je zegt er nou ook nog eens: we gaan een geschiedenis schrijven, ja, ja. dan weet dat ook al wel van. Ja, ja, dat kan ik hier allemaal wel zeggen. Maar ik ja. heb nog maar een helft van dat potentiële, een hele goede boek. Ja, dat is zo. <laughs> dus dat is, zo. Was dat, is dat toch iets dat je denkt dat je op dat moment nodig had om het beste natuur te halen voor dat tweede deel, dat je daar letterlijk je eigen een beetje net aan gedaan. Ja. Niet alleen om hem te verkopen, maar om ook het. het je kunt het bijna omschrijven als iemand schrijft een heel schoon stuk muziek. En jij moet er zang op gaan zetten. En je denkt, ik kan het alleen maar nog de kloten helpen. In deze nummer, als mijn zang niet onwaarschijnlijk goed is. Ja. Zo, want hier zit een wereldhit in, bij wijze van spreken. En na kan ik het alleen nog de kloten helpen. Of I have to step up. En dan moet ik mijn eigen tegen de muur zetten. Ja, dat is zelfzorg. Hè? Voor een stukje is dat zelfzorg. En, en dus. Ja, oké, okay, ik hoop dat mensen echt de volledige podcast luisteren. En dat die nergens in het midden denken van. Hé, hey, wat voor een nou Fucking hekel. Is die nou een slagers eigenlijk? Want we zijn dus eigenlijk bezig. Maar dat is een hier in de menu. Maar dat is al direct al door. Die zijn, al, die zijn <laughs> al lang afgehaald. Die zijn al weg. Die denken van: oké, okay, Denk we, we hebben het schat met die <S. laughs> um, het, 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 dus. Om het echt zo scherp en zo genuanceerd mogelijk te zeggen. Um, ja, er is heel veel brownie. Maar ja, er is ook heel veel zelfzorg. Ja, er is ook heel veel twijfel. En ja, er is ook heel veel wanhoop. Maar tegelijkertijd is ook die ambitie er. En als die ambitie en de wanhoop niet een tango doen, dan ben ik, ik niet geïnteresseerd. Dan voel ik dat er iets mis is. Ik moet die wanhoop voelen ik moet, en, en ik moet die ambitie voelen. Ik moet dat tegelijkertijd voelen. En dat kan soms... Uh, je kunt soms... Dan, ik, ik heb vaak schrijfdagen dat ik wanhopig begin. En denk van... Oh, vergeet het. En ineens om vier uur nog iets schrijven dat ik van denk... Wow, wow, wow. Na deze, deze school, deze school. En dan de volgende dag denk ik: nee, dat is slecht, dat is echt slecht. <laughs> dus ja, dus die roetsbaan, hoe, hoe legt het dat uit? Dat is werk, dat is het werk. Maar, maar, maar mm. je speelt, je, je, het spel moet echt hoog gespeeld worden, vind ik. Um, er is een voor en een na. Hmm. De na is altijd makkelijk, leuk. Um, maar je hebt natuurlijk een over ervoor. Hmm. Als je er nu naar kijkt, ik zeg niet dat ja, het is, dus een vraag. Maar je kunt soms hebben, als je op latere leeftijd pas zit, het uur voor je succes, kan er soms bitterheid of er kan een soort frustratie komen. Als je zo naar je ouder oeuvre ziet, um, zijn, er zijn er momenten dat je er naar kijkt en zegt, dat boek voel ik dat, en dat boek denk ik, wauw. Dat boek heb je in het tweede leven gekregen, dankzij wil. Ja, ik denk bijvoorbeeld die eerste, de, 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 de navel, dat heb ik zelfs zelf nooit meer gelezen. Ik bedoel, dat was gewoon van. Ik ben er. Weet het? Dat zit. Uh, Maak ook aan tafel. Uh, <laughs> ik had zo'n idee. Zo, dus ik een grote monger. tafel. Dus mag ik ook eens? Uh, schuf dus op. Hier ja, ben ik. Uh, en dan bleem... Wat is dat verschil? Ja, dat, dat, het, het verschil is echt, het is echt van. Um, Elke debutant heeft dat, denk ik. Van mag ook, ook eens iets eten? Mag je eens een pistoletje? met kees, want iedereen is ermee bezig. En, en ik krijg dat precies niet. Dat is dat. Dus dat aan tafel zit dat, schuf eens een beetje op. Ik, ik ben er. <laughs> en dan soms worden er. Nou nee, jong, trap eens af met een bullshit boek. En dus dat heb ik natuurlijk ook allemaal meegemaakt. Maar ik heb één ding in het begin van mijn carrière. Ik denk dat ik de verkeerde kant begon uit te gaan. Ik denk dat er de bitterheid kwam en dat al vrok, als je nog begin 30, hoe weert. En um, er zijn twee dingen die mijn leven hebben veranderd daardoor. En waar ik gezegend ben, denk ik. Ten eerste, de dagboekbladzijden van Louis Paul bon, die waren ineens vrijgekomen. Die hadden ze ineens ergens in een kist gevonden. En ze vroegen aan mij, wilde jij die lezen en wilde jij daar een kort verhaal over schrijven of daar iets mee doen? En die, die laatste dagboekbladzijden van Boon die zijn superbitter. op dat moment is hem dus eigenlijk echt de serieuze kandidaat voor de Nobelprijs. En hij reflecteert erover en hij zegt... ...nou gaan ze maar die Nobelprijs geven... ...en het is voor de verkeerde reden kunnen voorstellen. Oeh, wow. <laughs> dat is bitter. Dat is bitter. Had u is... een Oscar al bij. Het dat is niet met een beste film. Ja, dat is stevig. Ja. Dat is stevig. <clears throat> ja, ja. En voor mij, die zo opkeek... ...en nog altijd, ik kijk nog altijd heel erg op naar boven... ...dacht ik van... ...echt intuïtief... ...jeroen... ...never go there. Dat is een gevaarlijke. Dat is een gevaarlijke, want als je... Als je, als, je, als je verwacht dat, dat, dat er constant van die, dat soort bevrediging moet komen van de buitenwereld, uh, dan, dan zit je daar nog een tijd volgens mij meer mee bezig dan met je werk. He, je hebt zo van, wat is mijn positie in het literaire veld? Ik heb heel snel toen al gedacht van, fuck dat. Ik niet ik ben niet geïnteresseerd in dat literaire veld, in eerlijk gezicht. Ik bedoel dat niet grof, maar ik lees ook het werk niet van mijn collega's. Ik bedoel, dat, dat, ik, ben mezelf, ik ben met mezelf bezig. Ik, het is niet dat ik nu ineens verplicht moet worden om, naar het werk, om het werk van... Ik doe dat af en toe wel eens. Is dat ook niet een beetje omdat je niet onbewust beïnvloed ja, wordt door dingen met... die mensen Tuurlijk. schrijven en dat je denkt... Oei, Tuurlijk. deze vind ik keigoed en nu begin ik te merken dat wat ik nu aan het doen ben, door heel hard tegenaan... Dat, is, dat, dat is voor een stuk wel zo. Verliest? Ja, dat ja. is voor een stuk wel zo. Ik zou daar nu... Misschien op mijn leeftijd niet meer bezorgd over mogen zijn. Maar natuurlijk is dat voor het stuk ook wel zo. Van. Ja. Um, dat is één. En twee. Um maar ik maak ook vaak mee dat gewoon vrienden tegen mij zeggen van Hé, heb je die nieuwe van Ilya leonard Pfeiffer gelezen? Wanneer op dat voor een meester? Werk je dan een uur lang? Maar altijd werk ik dat wel op mijn neus. Dan denk ik echt van, gastjes, oké. Ik heb wel wil geschreven, hè, gast. Maar ze gaat tegen mij te zeggen over die Pfeiffer. En die is schoon gekleed, die Pfeiffer. Dat is er ook iets met de doel. En die heeft ook aan. En een paard en een hoek voorkomen. Like vind. En die ja. wordt in Italië. Nee, ik, vind in het, Italië. Ik, vind het, ik vind het. Ik vind een zalige gast daar niet fan, maar ik ja. wilde niet een uur lang. Eh, snap je? Um, het is eigenlijk een van de collega's die ik hier... nu. Oh, en ook wel een enorm. Het is dus ook wel op zich een compliment dat je in die. Uh, ja, maar ik vind wat, Dat is Champions League. Hè? Ik vind wel, Ik vind zijn ambities supergraaf. En en dat is eigenlijk voor mij is dat een van de belangrijkere dingen van. Als ik die ambitie bij anderen zie die ik zelf ook wel voel, dan, dan denk ik van oké, okay, ça va, ik hoef dat niet te lezen. Ja, <laughs> goed ja, bezig, ja, ja, goed ja, ja. bezig. Ja, dat dus, <laughs> is zo herkenbaar. moet dat, moet dat zijn. Uh, dus dat vind ik graaf. Um, <laughs> maar wat ik ook in diezelfde periode, als ik zo aan het twijfelen was over... over uh, van, oh, zoek niet bitter worden. Arno uh -huh. mijn generatie, die schrijft Blauwe Maandagen, het is zijn een eerste boek, Boom, dat is ja. gewoon sky high En dat is eigenlijk altijd op dat niveau gebleven. Dus, oké, okay. was er na nou één bad noir waar ik mijn kwaad op kon maken, dan was het zeker de Grunberg. Ik kon dan denken van, goh, waarom wel en ik niet? Nee? Dat is mm -hmm. een flauwe, mm -hmm. flauwe kul. Grunberg geeft een interview in die periode, in die hij zegt, <coughs> succes is een doodlopende straat. En ik dacht, wacht, dat ga ik nog eens lezen. Succes is een doodlopende straat, dus op het eind is er niks. Dus je hebt een muur. En hoe zou dat komen? En ik denk, ah, als je heel een tijd daar natuurlijk mee bezig bent, is de kans groot dat je inderdaad wel eens crasht. En dat je tegen die muur gaat. Zelfs als je succes hebt. Mm -hmm. dat je uiteindelijk tegen die muur gaat. In, in, in other words, there's nowhere to run. En toen dacht ik van: oké okay Jeroen, als er nowhere to run is. Dan kunnen, bezig, dan kunnen beter dat concentreren op het talent ontwikkelen, spelen en proberen te overleven totdat er iets komt waarvan je even denkt dat het de moeite is om de gaspedaal in te drukken. Dus dat is altijd wel een beetje, en dat heeft we eigenlijk gered. Langs de ene kant die bitterheid van Boon, die me echt choqueerde, echt choqueerde. Want ik ken, ik wist wie dat hem was, maar ik wist, oeh, deze is wel niet al heftige. En ja, voor mij heel bevrijdende woorden van Grunberg. Waar ik voor de rest eigenlijk niet echt een emotionele connectie mee heb, maar ik snapte het ineens wat hij zei. En dus dat deed natuurlijk ook een soort van vloek veroorzaakt, namelijk: je hoeft geen succes te hebben met die school, ontwikkelt maar, speelt maar. Tot op het moment. Ja, dat is allemaal goed gezegd. En dan krijgt de je Jeroen Olieslagers heeft hem te pakken, zijn grote roman. <laughs> ja. Hij schreef zijn Het Verdriet van België, zijn De Kapelkesbaan en vooral zijn eigenste wil. En dat is een mega succes. Iedereen vindt dat een megagraven boek dat wordt vertaald. En jij zit in eerste een hele succesvolle schrijver. Ja. En ik kan mij ook voorstellen dat de, hè, het gevaar voor ver verbittering dat ervoor zat. Ja, na je de muur liggen, hè, uw verdriet van België. So, what's next? Het ja, begint er maar aan. Dat is een, zo. Ja, ik heb mijn wilde vrouw direct. Ik had, toen had ik het idee al voor wilde vrouw. Dus ik dacht van. Ja, wacht, wacht. Er komt nog iets super. Wacht, wacht, wacht. wacht, ik, heb wacht, wacht, heet, wacht ik heb nog iets. Ik, ik heb nog iets Ik heb nog eten. Ik heb nog We kunnen vier jaar wachten ongeveer. Dan komt het eraan. Um, dus dat had ik wel. Langs de ene kant. En langs de andere kant kreeg ik dan wel vragen over zich en succes. Wat doet dat eigenlijk nu? En ik dacht, oké. Okay. En ik heb dat vaak, ik heb vaak die, die, die vraag ontweken. Ik dacht, is dat is toch niet echt interessant. Maar uh, nog, eigenlijk nog niet zo lang geleden uh, kwam er zo'n herinnering uit mijn, uh, uit mijn jeugd binnendrijven. drijven. Mijn onkel werd vijftig. Uh, en mijn onkel, die hield zijn uh, dus broer van mijn vader. Beide heren zijn uh, helaas al lang gestorven. En mijn broer van mijn vader werd dus vijftig en die hield heel erg van paarden. En ik denk dat ze een vijftigste verjaardag is. Die doet ze een hoofdkartocht, weten wel, met zo'n zo paarden en iedereen. Die hoofdkar en de nou, een breugeltafel, dat was wel tof. En ik denk dat wij, in ons... mijn broer en ik, was altijd zeker in onze puberteit. Dus, wat, uh, dus mijn vader zit mee in die hoofdkartocht. En die zegt ineens: shit, ik moet even schoonpissen. En dus die gof, die springt van die halfkaart. Ja, Die gaat even tegen een boom staan. En dan probeerde die zo cool en waardig mogelijk niet te lopen maar wel die halfkaart terug in te halen. Dat is succes. Dat is dat, is dat gevoel. A zijn wel te kurt. Je probeert zo cool mogelijk terug op die halfkaart, toch. Dat is het succes. Iedereen zeven één en en, en dat is het verschil met, met, met ons vader, die echt naar, mij ont, naar ons ontzien was. Oh, mijn broer en ik, wij hebben ons vader eigenlijk nog nooit echt zien lopen. <laughs> weet je, wandelen wel, maar lopen niet. En die geprobeerd dat ze op zo'n wandel, wandelstok zo cool mogelijk te doen. Dus ik dacht, ja, dat, is, dat is succes. Met dat verschil dat je dat vaak aan de zijkanten dan, in mijn geval, mensen die roepen, zit ervan aan het genieten. Dus mm. dat, dat, dat verschil, weet je. Dat mensen ook. Succes fascinerend vinden uh, en, en dan hopen dat je ervan het genieten bent, maar eigenlijk zit je gewoon buiten adem. Je eigenlijk, achter die afkar ontlopen. En, en, en je probeert dat zo cool en zo waardig mogelijk te doen. Maar eigenlijk, zo cool en waardig ziet dat er niet uit. Het enige goede ons van die uitspraken naar succes is een doodlopende straat, of hetgeen dat jij net omschrijft, is dat je het meestal moet in mijn gat voor dat echt te weten. Eh, er zijn mensen die dat heel dat hun leven lang nastreven, en dan blijft dat ook een soort oneindig doel. Yeah. Eh, zo dat, dat je denkt van als ik op die plek ben, dan ben ik gelukkig, of dan gaat het gebeuren, of yeah. dan kan ik mij zo voelen. Terwijl degenen die dat echt succes proeven mm. en weten wat dat is, mm. die weten dat dat niet waar is. Hè? Nee. Dat, dat het daar net En dat is de, de ultieme ironie. De enige die echt kunnen praten met een soort. Berusting over wat succes voorstelt zijn mensen die dat het hebben of hebben gehad? Ja, dat, dat, voor, dat is natuurlijk wel zo. Het ja. is, is een ervaring op zich. En, en, um, ja, en je zit er eigenlijk niet echt veel. Alleen ik bedoel, tegen wie moet het daarna het begin zeggen? Het is zo, dat is zo'n banana circle jerk hè? Van, van, <laughs> hey, En hoe, hoe zijn eigen gevoelens bij het succes? Ja, eigen gevoelens. Allee, dat is, dat, is, dat, is dat is een raar onderwerp. Wat het wel doet. Nou, het is allemaal niet wat je denkt. Mobber, ja. ja. champagne voor champagne. iedereen. Dat is een donperion. <laughs> um, James. James. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> het is een ellende, zeg ik. Ja, een, <laughs> ellende. een ellende. Het is een ellende. Och, wat ah, Nog eens een mooie chandon <laughs> uit, de, uit de koelkast. Uh. Ja, dat is <laughs> voor een stukje <laughs> um, ja. en dus ja, wij met dus een butler te... nee dat is mm -hmm. niet waar um, ja dat is, dat is dat het dat spawnen, een, dat een vreemd ding dat is, mm -hmm. het is gewoon een vreemd ding ja. en, en, en ja, dat, het is ook natuurlijk vreemd omdat, je, omdat ik bijvoorbeeld in het openbaar nogal veel reflecteer over wat er in de maatschappij volgens mij misloopt en dus dat, op een bepaald moment kreeg dat dus ook door dat het succes of die erkenning. Word, worden een stem in het mm -hmm. debat. En dat is iets dat mm -hmm. af en toe echt op mijn zenuwen werkt. Dus dat, ja, Jeroen, mensen luisteren eruit, je zet een stem, je zit belangrijk en zo. En dan denk ik van, Jeroen, hou je eigen in check. Want een stem, voordat je het weet, begin je daar zelf nog in te geloven ook nog. Mm -hmm. En dan begint het... en Pas op, er zijn momenten geweest al in mijn leven dat ik echt vond dat ik echt een stem had. En dat is meestal de momenten waar ik de fuck-ups heb gemaakt. Dat, zijn ja, dat je de grootste bullshit begint ja, te kralen. Waar ik de ja. bullshit heb gedaan, waar ik mezelf heel serieus heb genomen. Van ja, ik, ik met mijn stem, ik kan nu iets zeggen hierover en and, de and people are gonna love it. Oké, okay, gast. Ben wel... Maar vind je wel zo? Want ik vind dat wel interessant. want Ik, heb ook al, ik lees het ook altijd graag. Hmm. Maar het, en ik Allee, uiteraard volg ik. Wendt ze nu woorden dat je zegt: Ja, ik mag mijn eigen niet. Allee, als ik te veel vind dat ik een stem ben, dan denk ik ook: Ja, Jeroen, je kunt niet nee. zijn wie dat je bent, dan het gewoon schrijven en dan zeggen: Nu ben ik een stem. Ja, dat is nou, het comes with the territory. Ja. Als je bereikt het in een stem, of dat ja. je het nu wilde of niet, uh, waarmee dat ik niet gezegd heb dat je onzin wilt vertellen, maar ik zoiets: Ja, tuurlijk zit jij een stem. Maar wat ik wel boeiend vind is als je dit schrijft, uh, ja, dat. Wat ik me nog herinner, had dat eigenlijk instant goede reviews, denk ja. ik. En, dan, en ja, de rest is geschiedenis. Dat is eigenlijk alleen maar liefde. En hmm. de film is dan ja. bijna ook like, een andere prijs, een bekroning. Alleen maar positief. Ja. Nee? Want die film weten we nu ook al, dat gaat goede reviews krijgen. Het zit allemaal goed. Maar dan begint op Facebook te memmen over. Reuzengom en over uh, uh, God vergeten en mm. over politici en, en over staatbestuur en... het klimaat ja, hè. <clears throat> ja. ja. Mm. en dan is het niet alleen nog maar de ga ze geweldig show nee dan... en kunde dat mm. aan of ja want het... je moet wel wat het valt mij vind ik bij u ook omdat je er altijd Redelijk neutraal, niet neutraal, maar hoe zeg ik dat? begripvol. Empathisch, empathisch. Empathisch, zelfs ja. voor degene anders. Je ja, houdt in ieder geval altijd de mogelijkheid achter de hand dat je ook niet kunt weten waarover ja. dat je bezig bent. Ja. Maar toch, en dat is, dat, is niet onbelangrijk. dat is niet onbelangrijk. Het maar, woord ja, ja. voorraad is heel belangrijk. Het woord voorop is belangrijk. <laughs> is waar. Maar ja. toch, hé, dat is nou eenmaal de nuance die er is ja. op sociale media, is het ook een beerput. Zelfs op uw, op uw wal, ja. ook al schrijven ze misschien. Zijn er wat minder spellingfouten? Ja. Een verwijt is een verwijt. Dat is zo. Ja, um, ik, ik, als, het, als het gaat over inhoud, vind ik dat niet echt problematisch. Maar het, het kan natuurlijk wel zijn dat iemand iets schrijft onder de status die ik heb geschreven, waar ik van hoop dat het een discussie... Want eigenlijk, dat is hetgeen wat ik doe. Hè. Ik, ik, ik probeer een discussie uit te lokken. Ik ben ook meestal echt geïnteresseerd in wat mensen te vertellen hebben. Um, dus dat is alleen. Dus het is... Dus, Eigenlijk alles wat ik schrijf is bij wijze van spreken een liefdevolle provocatie. Tot interactie. Hè? Dus interageert maar. Als mensen um, op mij beginnen te schieten en, en het persoonlijk maken over, dan moet ik zeggen van, ja oké, okay, en dat, soms neem ik dat wel mee. Uh, S'nachts, dat kan. Dat ik mm -hmm. wakker lig van hetgeen wat hij, en dat ik begin te twijfelen over, wat het, over de toon die ik heb gezien. De toon is... Dat heb ik geleerd op Facebook. Uh, ik zit er sinds... Ja, de meeste mensen denk ik, van mijn generatie al sinds 2008. Dus dat um, dus is al een lange tijd. En dat is al een lange leerschool geweest. Ik weet, wat ik geef, krijg ik terug. Word ik verneinigd? Ben ik verneinigd over bepaalde personen? Dan moet er zeker van zijn dat een boemerang terug in mijn gezicht komt. Dus dat is... Dat is iets dat je leert. Um, en er zijn natuurlijk mensen die, die het gesprek trachten te vergiftigen. Die zijn er. En als die te bond maken, dan moet ik daar tegen reageren. Ik vind dat, dat over het algemeen de mensen zeer beleefd. En echt wel naar elkaar luisteren. Maar dat is dus wel iets wat ik moet afdwingen. En ik moet ook wel zeggen mm -hmm. tegen mensen af en toe: van deze is mijn digitale living. my rules. Dus je gedraait dan je blijft dat. Gast, dan dus dus ik nooit meer kunnen lezen, want dan ban ik je. En dan moet ik zelden, wat is het een nuclear option, maar dan moet ik zelden doen. Mm -hmm. Dus, uh, in tegendeel, ik leer heel veel van dat gezamenlijk gesprek. Um, want mensen zitten te zeggen, ja, maar Facebook, en, um, en, en is dat een debatcultuur van vandaag? Ja, oké, okay, gast, waar is de debatcultuur dan wel? Toch niet op tv, mag ik hopen. Ik bedoel, waarom het toch niet over beginnen? <laughs> hey, ik bedoel, ik kom op tv als ik dingen te vertellen heb, als ik iets te verkopen heb, dan wil ik daar met veel plezier <laughs> over vertellen. Ik kom graag uh, dan, want dan heb ik ook iets. Maar een debat, ik heb nooit het gevoel gehad. Ik bedoel, ik, ik, ik weer dat af om, om op tv. Te... We zijn nu gewoon aan het babbelen, weet je? we zijn aan babbelen mm -hmm. als mensen, maar er is. Niet iemand die haar oortje dat zegt van: hé, hey, stelt eens die vraag, geeft nog drie minuten. Nee, dat de klok staat dan uh -huh. en die loopt. En ik volde. En tv is scenario. Er is altijd een scenario, er is altijd een script, er is altijd een blauwdruk. Maar ik schrijf mijn eigen script. Ik ben namelijk een schrijver. Ik ben geen figurant in iemand anders zijn, zijn, zijn script. Zie je? Dus dat is het graven van Facebook. Vind ik nog altijd. Maar en, en ik zie alle dingen. Hè? Ik bedoel, de negatieve dingen natuurlijk ook wel. Nou, 15 jaar, nou, het zou er nog moeten mankeren dat je dat niet ziet. Maar um, dat is het enige medium dat ik ken dat ik af en toe tegen mensen kan zeggen: van, Ik heb me vergist. Mm -hmm. Ik zing gewoon straal tegen een muren. Ik heb overdreven. Ik heb niet een rol gelusterd. En ik was te koud, of ik was te verdrietig. Of ik was nozel. En daar kunnen we over... Ik kan terugkomen op hetgeen wat ik heb gezegd. Wat, wat, wat ik zou... Ik zou nooit een politicus kunnen zijn in dit land. Waarom? Omdat die particratie zo heftig is. Die partijdiscipline. Dus ik heb al het gevoel bij politici van... Mogen ze wel zeggen wat dat ze denken... Want het moet altijd overeenkomen met de partijlijn. Hmm. En nu is het zelfs geen partijlijn meer. Nu gaat het over perceptie. Van hoe kom ik over? Ja, dan zit er slecht over gekomen. Dat kunnen beter niet zeggen. Daar zijn de mensen niet klaar voor. Dat dacht ik, wauw, dat heeft niks met vrijheid te maken. Dus maar, er, maar ik snap wel waarom dat je dat, dat je dat wel waarschijnlijk even gedacht hebt van wat wa, wa, waarom? Want wat ik ook met u merk. Je, zei, je dat schrijven, dat weten we. Maar stot toch graag op een, op een verhoogd. En dan en heb ik het niet over het aandacht. Hè? Dan heb ik het meer over. Dat, de Je de... mm. voelt dat ook. Allee, er zit hier een redelijke pro-neffe. Je bent wel een performer. Als je ja. spreekt, de, ja. en, ga meer. er. Dat schrijven is het kamertje. Ja. En dan is het weg. Maar er is wel nog een gigantische dimensie waar je ook in floreert. Of nog meer zou kunnen floreren. Ik sta, graag op een, ik sta sowieso graag op het podium. En ik, en ik probeer graag uh, mensen een, een, te hypnotiseren met mijn woorden. Dat vind ik wel een belangrijke. Ja, ik vind dat plezant. Ik geniet daarvan. Um, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat dat altijd lukt, natuurlijk. Um, dus ja, dat, dat zit er bij mij zeker, zeker ook in. Ik kon er ook niet een nozel over doen. Dat is voor mij... Ik, ik heb nog zelden zenuwen voor een optreden. Ik heb eigenlijk alleen maar goesting. Ik heb alleen maar zenuwen als de microfoon. Ja. Als ik denk: ah nee, toch niet zoiets. Of als een technieker naar mij kijkt: van ja, ik kunt misschien wel hot shit zijn, maar ik heb er echt geen goesting in. Ja, Dan weten van, okay, dan, dan, we van oké, dat zou dus kunnen tegenslagen. Wat ik, daar ben ik wel zenuwachtig over. Over technische dingen. Ja, over of... dingen die je zelf niet onder controle hebt. Over dingen die, die je niet onder. Ja. Ik heb nu opgetreden met Zuiderzinnen en met mijn vrouw in het Hof der Beke, hè? Dat is een woonzorgcentrum. Daarvoor, voor ons, speelden uh, Ernst uh, uh, Leuven en, en Deborah Oostrega. Die zo hè, als duo optreden. Uh, die zongen echt. Die, uh, dat publiek echt mee, maar dat was zo een, een mengeling van bejaarden, die er in bejaarden en publiek van Zuiderzinnen. En uh, ik moest, en ik, Nicky en ik waren zo, we gingen samen een ding doen, die ging gekwetst ben ik van binnen zingen, een veertiendejaars lied, en uh, ik ging voorlezen uit uh, heavy dingen, uit, uit Wilde Vrouw. een paar minuten voor alle dat we dat, dat dat aan ons waren, zei ik tegen haar van ah, het was dat wel is dat is wel een goed idee, deze dus. mensen. Ja, die twee die zijn echt wel een bo En dus, en dan... En het leste dat je dan mag doen, is zeggen, ik me een set aanpassen. Dat is het. Ik kon niet anders ja. doen. Ja. Doe dat ik niet. was er, hè. Ja, Ik, ja, was, ja, 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 ik maar was, was er, is, Ik ken het gevoel. Ik was er, hè. En ik altijd was als ik het gedaan heb, was het kut. Ja. Dat dus de, de enige keer dat je dat doet. Dan weet je, nee, je nee. hebt je eigen laten leiden door ja. de situatie. Door het ding dat je in je eigen kop hebt gecreëerd. Ja. Want dat is geen realiteit. Hè? Ja. De realiteit nee. is dat je er staat. Dat is waar. En die minuut ervoor, als je dan beslist van het allemaal om te gooien, dan is het altijd. Dan is, goed. is het altijd fuck. Altijd. En, en Nikki heeft en mij tegenhouden. Ja. Nikki heeft mee tegenhouden en je ja. zegt van hey, nee, doen we doen het. Oké, ja. En dan kwam die <laughs> intensiteit er. En dan dacht ik ook van. Ja, Jeroen, maar dat was we waren, we waren, we waren een, kwartier, een optreden van een kwartier. Maar ik voelde ook wel van. Ja, ze waren mee. Want ja, wij wilden dat alle twee gewoon echt keih goed doen. En, en intens doen. En, en dan weten we dat het werkt. Maar dan was ik ook wel een beetje nerveus. Omdat, omdat ik die situatie niet goed kon inschatten. Mm -hmm. Omdat ik niet wist hoe dat die bejaarden zouden reageren. Nee, dan je ineens, dan ik er ineens te spoken. Uh, Een heel specifiek publiek, he. ik bedoel, als ik voor leerling in het middelbaar. dat is soms ook wel. dan denk je van. oké, okay, wat God, dat zin. Uh, dat zijn van die dingen. Maar meestal heb ik gewoon. goesting om, om, om te performen. En, en, en mijn teksten te brengen. Dat is, voor mij is dat gewoon. dat is part of the job ook. Om dat goed te doen. Ervoor oh. te zorgen. Ik, ik, ik vind het gewoon heerlijk. om. Uh, ja, ik heb eigenlijk nog nooit getoerd. maar ik zou dat wel eens willen doen. Maar dan met toeren bedoel ik echt, ik helemaal alleen, naar een bibliotheek. Allee, dat heb ik allemaal wel gedaan, hè? maar gewoon zo is echt een lange tijd. Mm -hmm. so on the in, road. On the yeah. road. Zowel mm -hmm. so, so in Vlaanderen als in Nederland zou so echt het ding doen, weet je wel. Maar uh, uh, hoe yeah, is Nederland en wil? Ja, dat... Wil het lukken? Het lukt. <laughs> Goeie, dat heet hem. Sorry jongens. This story. fucking guy. Oh, this <laughs> <my> fucking guy. <laughs> ja, wel. Het lukt enigszins. Uh, in Nederland, maar er is nog, er is wel work to be done. Ja. Maar um, want ik wil eigenlijk ook in Nederland uh, wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld mijn wilde vrouw is dan de. de Covid, got it. Ja, maar dat is wel op zich thematisch. Mm -hmm. In en zo, de Hollanders, die hebben ja. daar ook veel erger meegemaakt. Dus ik zou ja. denken, ja, dat is voor hun ja. het is zeer herkenbaar. Wel, ik, mm -hmm. Heel goede reviews. Um, het is heel opvallend, want het is blijkbaar een gelijklopend patroon met uh, film, dat uh, de Nederlanders uh, heel... Uh, Alleen onmiddellijk inzoomen op de morele thema's, ...van zowel boek als film. Van, wat zou ik hebben gedaan? Ik herinner me toen het boek uitkwam... ...en ik werd geïnterviewd door... Uh, ...ik denk iemand van het NRC of Volkskrant... ...dat weet ik niet, maar die was in Antwerpen. En dus die zei, kunnen wij eens wandelen? En ik wilde ja die locaties. En ik, heb, ik deed dat. En op een bepaald moment zei hij van... ...ja, ik vind het boek echt wel... Uh... ...nou, leuke man is Wilfried Welsdien. Eigenlijk gewoon een klootzak. En ik zeg, ja, 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 maar ik heb proberen aan te geven wat ervoor zorgt dat je dus collaboreert of dat je dat soort dingen doet. En hij, en, en hij had echt een eer van, dat zou mij nooit overkomen. Ik zeg, ja. Maar jij juist wel. Ik ken u niet, maar jij is een journalist. En het regime wordt, laten we zeggen, Orban mm -hmm. Fascisme. He, het is nog niet fascisme, maar het is Orban he. Maar ik heb, ik, mijn boeken worden vertaald in het Hongaars, dus ik, ik weet van gesprekken met uitgevers daar hoe dat er eigenlijk om toe gaat op dat vlak. En ik zeg ja, en er wordt een... En zeggen dat we hetzelfde uh, clickbait-regime hebben dat we nu hebben bij kranten. Dat elke journalist die er werkt in de redactie kan zien, ah ja, oké, okay, mijn stuk is tot daar. Uh, hé, dat je een top 10 krijgt, van ah ja, mijn stuk is tot daar en, ik zeg oké, okay, je zit dus in dat clickbait-regime en je gaat een stukje schrijven en dat is politiek eigenlijk niet meer oké. Okay voor het aardige, orbaanachtige regime en je weet dat. En je hebt een hypotheek af te betalen en je hebt twee kinderen. Ik zeg, drie kinderen? Ja, drie. Oké. Okay. En je woont in Amsterdam. Pretty expensive there. Mm -hmm. Right? Dus je wilt die job niet kwijt. Right? En dan begint het. Dan begint het. Mm -hmm. En dus en ik zeg, in de eerste keer dat je iets moet herschrijven, goeden zeggen: allee. een paar zinnetjes aanpassen. En, en allee, ja, ik kan nog altijd factureren. Mm -hmm. Maar na een tijd wordt het iets meer. Dat de winsten uit uh, 1984. Ja. Je je de constant dat soort dingen aan het Constant <coughs> met jezelf ja. die onderhandeling aan het doen: ja. van ja, maar weten. Hey, en dan kunnen deze nog altijd betalen en je kunt deze leven nog altijd... En je altijd van het vorige stapje en dat ja. is niet lang geleden. Ja, nee, ja. inderdaad. En je zit, voor, je zit niet verslaafd om moraal en om te onderscheiden tussen goed en kwaad, hoe graag dat we dat ook willen. Je bent vooral verslaafd aan je eigen leven. Als het een beetje goed gaat. Met, als je rekeningen kunt betalen, daar ja. zit de hoek. En dat is natuurlijk wat ze willen hebben. Wat dat... Het, dat is hetgeen, Alleen ze. Ik bedoel, ik zeg niet zo'n conspiracy nut. <laughs> um, That's ik, what they want, man. Ik, ik bedoel, als, 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 als er een soort van gehoorzaamheidsstructuur. Trouwens, die is het, nou oké. Okay, maar op een, maar we leven niet in een fascistische dictatuur. Maar in zo'n dictatuur, ik, daar voelde, allez, bijvoorbeeld Orbán, of, of je voelt dat dat wat verschuift? Niet veel. Je kunt nog altijd alleen verluiden. Maar je moet een klein beetje water in de wijn doen. Ja, en dan zijn we er. Weet je. En mm -hmm. dat soort gesprekken heb ik meer gehad met Nederlandse journalisten dan met Vlaamse journalisten. En, en de morele ambiguïteit dan weer. Um, toen dat boek uitkwam in Frankrijk, onder de uh, uh, naam Trouble, onder de titel Trouble. Ik ben die uitgeverij, Stok Fantastische Uitgeverij, die me allee, dat is een van de oudste van Frankrijk, die hebben Voltaire nog uitgegeven, dat soort dingen. Dat is ja. mooi. Dat is straf. Ja. Die nodige journalisten uit in Antwerpen, ik heb die rondgelaten ben naar Parijs geweest, en met uh, mijn man, barbare Frans probeerde te overleven in een zee van, 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 ja, van intellectualiteit en, en, en kunstzinnigheid, zoals het de Fransen altijd wel zijn als het daarover gaat. Dus wat, um, maar daar moest ik niet, niet veel uitleggen over morele ambiguïteit. Mm. They got it. Yeah. Direct. Yeah. Yeah. Direct hè? Yeah. Echt, dat is zo, echt zoals in België, zoals in Vlaanderen en in Wallonië. Totaal. In Nederland was dat moeilijker, in Duitsland. Man, dat was een ramp. Mm. Dat was gewoon een ramp. Ik zat in mijn hotelkamer te denken van, oké, okay, hier is de joke. Vlaamse schrijver probeert oorlogsboeken te verkopen aan oorlogsmoeien. Duitsers, zonder gevoel voor humor, mm -hmm. of toch in ieder geval humor ja. dat ik niet vaak. Where would we be without a sense of humor? Germany. <laughs> ja, dat was een rare. Nee. Nee. Dat klikte nee. daar niet. Dat ging niet. En voelde dat dan ook in, in uh, ja, verkoop voelde dat dan dat dat uh, toch hey, dat, dat de journalisten dan toch een voorbode zijn van hoe dat het publiek het gaat perceperen? Ja, voor een stuk wel. Ik denk dat er den, um, Frankrijk bijvoorbeeld um, daar zie ik voor mezelf echt wel, ik hoop dat daar nog toekomst, meer toekomst in zit. omdat wilde vrouw wordt nu volgend jaar daar vertaald, well, het is vertaald, het komt uit, ze hebben daar echt veel moeite moeten verdoen en zo. dus ik weet wel, oké, okay, ik vertrouw het er wel. Ik weet niet, hoe heet hem in uit, wilde vrouw uh, in, 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 uh, Frans. Oh, uh, het Frans. Oh, sorry, uh, dacht dacht ik dacht in het Huts. Nee, nee, nee. Uh, Femme 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 Femme. Vibe. Femme. Dat klinkt al direct zo ja. van, oh, really? Overigens, hou uh, <laughs> dat vast aan de takken van de bomen, want ja. de Duitse vertaling van wil was uh, while der Mensch erbärmlich ist. En ik dacht van, what the actual fuck? Ik wist niet wat dat was. Ja, dat komt uit een boek, maar ik dacht echt van, ja, maar dat heeft toch niks te maken? Dat is ook maar... al een oordeel, hè? Eigenlijk ja. een klein beetje. En eigenlijk staat dat al haaks ja. op al de ambiguïteiten. Oh, ja, Natuurlijk. Het wordt u al verteld wat je ervan moet vinden. En eigenlijk, basically. Ja, en daar wilden ze een Duitse schrijver mee maken, een Hans en die lang dood is. Ze zagen niet mij een Hans Fallada en dat was onmogelijk om dat uit hun hoofd te halen. Maar het is heel raar. Heb je daar een beetje zo water bij de weinigel, omdat je dacht. Hé, hey, als het in Duitsland lukt, jacht, here I come. Ik vond de vertalers <laughs> heel sympathiek. Ja. Uh, en een daarvan ken ik ook echt. En, en dus ik dacht, ja, we zullen wel zien. Ik had een klein beetje ervaring met Duitsland, omdat een, een paar theaterteksten van mij zijn vertaald uh, geweest in het Duits. Door een hele fijne, nauwgezette uh, Zwitserse vrouw, Barbara Boery. Die ik nou al heel, heel lang niet meer heb gezien. Maar dus... Um, die vertelde mij hoe dat ik als Vlaming schreef. En wat voor indruk dat dat maakte op haar of op Duitsers in het algemeen. En zij zei... En ik dacht van, dat is er wel op. Zij zei, wat dat ga je gaat doen, of dat, wat je heel specifiek doet, je creëert een situatie... Dan ben ik over theatertekst bezig. Mm -hmm. Je creëert een situatie met aan personages waar dat er eventueel iets kan worden gezegd en dat, is niet al, dat wordt niet altijd gezegd. En ik dacht... Ah ja, ze spreken Vlamingen. Mm. Mm -hmm. Ze spreken Vlamingen. Ja. Wij creëren een sfeer en gewoon iets zeggen. Nee. En dan twee uur later in de kroeg wat ik eigenlijk wilde zeggen. <laughs> Zie je dat? En dus dat, dat is een rare. Dat, dat is een rare. En dus door dat boek kom ik dus van eigenlijk zagen wilde. Dat ja. was misschien nog een betere ja. titel geweest voor uw dat boek had dan wel. Dat een echte Vlaamse titel. Dat is een goeie, echte Vlaamse Nederlands titel. Ja, dat is echt wel dat is echt bizar mm -hmm. dat je dan die verschillende en die reageren natuurlijk allemaal anders op uw boek en die, 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 uh, die halen er andere dingen uit. Um, maar bij, in, in Frankrijk was het toch eerder een feesterherkenning, denk ik. En bovendien, de Franse vertaling heeft er natuurlijk voor gezorgd dat ik een Belgische schrijver ben geworden, dat ik in naar namen kon gaan, of dat ik mm -hmm. naar, naar, naar uh, wat is het, uh, een hele goede boekhandel, waar ik ben mm -hmm. uitgenodigd. Ja, in Brussel natuurlijk ook. Dat was tof, omdat ik dan eindelijk zo eens, ja, met onze Franstalige broeders en zusters kon spreken daarover. Mm -hmm. Die compleet anders reageren op collaboratie en, en verzet dan wij. Mm. Helemaal anders. Ja. Veel meer schaamte en schuld. En, 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 dat zit er nog heel diep. Mm. En bij ons is dat, zoals dat we, Herman van Goedem uh, zei toen zijn boek uitkwam. Misschien is nu de periode van volwassenheid aangebroken om het over de Tweede Wereldoorlog te hebben onder elkaar. Mm. Ik denk dat. Ik denk dat ook wel. Maar het is duidelijk de generatie van de kleinkinderen waar dat ik toe behoor. Om het, om het gesprek te leiden, zal ik maar zeggen, of om, om dingen aan te geven. Van nu kunnen we mm -hmm. spreken over collaboratie. We kunnen nog niet spreken over verzet. We zijn het wel al aan het doen. En dat is ook een heel belangrijke. En dat, dat, daar zou ik ook wel graag aan toe kunnen bijdragen. Uh, maar toen ik wil aan het schrijven, was, was er eigenlijk nog veel te weinig bekend over. Wat was dat verzet nu eigenlijk? Mm. Dan vind ik wel dat. En dat is vreemd, nee dat is niet vreemd als ik er, want ik heb het zelf eigenlijk wat mee in de hand gewerkt, maar hoe dat verzet wordt geportretteerd in de film, hè, de speech die Jan de Kleijer geeft mm -hmm. en zo um, daar ben ik wel best trots op, omdat er daar... en natuurlijk één personage die voor het radicale verzet staat en daar gaan we niks over vertellen, want dat gaat in de film wel meemaken, maar dat Allee, ja, dat pakt dat. Uh, dat pak dat daar wel. Um, mm -hmm. Terwijl dat ik voor de dubbelzinnigheid altijd ga. Uh, in het verzet is het natuurlijk iets anders. Nog. Er is ook dubbelzinnigheid. Hè? Ik denk mm -hmm. dat. Uh, maar um, dat zijn allemaal van die interessante onderwerpen. Ik hoop eigenlijk een beetje dat de film dat ook wel bij mensen wat teweeg brengt. Dat je daar begint over na te denken terug. Opnieuw over wat is verzet, was collaboratie en al die soort dingen. Jeroen Olieslagers. Merci om langs te komen. Want het was heel mega graag gedaan. cool. <laughs> heel grappig. Ik, de ik, ik denk dat ik nog duizend vragen aan u had kunnen stellen. Maar dat klonk zo schoon voor het mee dat te ronden. Dat ik denk ik, kon ik hem voelde het, dat het hem ging doen. Ik, ik kon hem het laten dat doen. Gezet een performer zoals dat een Andries zei. Het klonk keigoed. Het film is heel cool. Uh, komt binnenkort uit. Dus uh, zeker allemaal gaan kijken. Wil ligt uiteraard in al de betere boekhandels. En online te koop, net als wilde vrouwen. En uw ja, aankomende nieuwe roman. Hè? Wanneer mogen we die eigenlijk verwachten? Ja, dat kan ik nog niet zeggen, maar ik, ik, als ik op het einde van dit jaar daar iets over weet, dan zal ik dat zeker wel uh, op Facebook communiceren op dit moment, weet ik wel. Als er maat komt, komt die hier hangen. Hè. We hebben nog duizend en één uh, dingen waar we over kunnen babbelen. dingen dat wij nog lang niet uitgepraat zijn. Super. Maar uh, Super. Jeroen Olieslagers, merci om af te komen. Uh, veel succes met de film en met het nieuwe boek. Hè. We hopen dat het uh, geen leidersweg is, maar toch ook een beetje wel. dat is het niet goed geweest. Voilà. Eh, voilà, dat was het voor ons voor deze week. Dat uh, is Andries, dat is Marijke ik ben Alex. We zijn samen Welcome to the AA. En volgende week zijn we er weer terug. When we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik ben hier aan je voor de zon. Als het ergens over moet gaan. Zend de meste. Laat de feest. in de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.